strategisch meerjarenplan, elektrische laadinfrastructuur. De Vlaamse overheid heeft haar engagement in elektrische voertuigen tot vandaag voornamelijk vertaald in de Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen. En beslist in december 2010 en in uitvoering sinds 2011 zijn een 70-tal partners uit industrie, universiteiten en andere betrokken organisaties samengebracht om elektrisch rijden in Vlaanderen via experimentele projecten in de praktijk uit te testen. En de proeftuin loopt van ruwweg 2011 tot 2014 en hierbij bleken 319 laadpalen in gebruik te zijn op 30 juni 2014, waaronder 112 voor fietsers en scooters en 207 voor wagens. En op basis van de proeftuin is duidelijk dat elektrisch rijden voordelen oplevert in de praktijk. De echte doorbraak van elektrisch rijden zal er echter pas mogelijk zijn indien er meer laadinfrastructuur geïnstalleerd wordt en meer bedrijven en particulieren de technologie gebruiken. En op dit ogenblik hebben de vele partners zich in 5 consortia verenigd. En naast de proeftuin wordt er door het agentschap ondernemen ook steun verleend aan elektrische laadpalen in het kader van ecologiepremie. Hierbij zouden een 400-tal laadpalen gesteund zijn door de premie. En verder wil de Vlaamse regering een actieplan uitwerken conform de Europese doelstellingen. En dat wil ik graag aanmoedigen. Bij de uitwerking van dit actieplan zou echter ook een raamcontract wenselijk zijn. Want zo zien we dat er in zaken het ANPR-nummerplaatherkenning wordt gewerkt met zo'n raamcontract. En vele lokale besturen spelen hier dan in met hun politiezones om op die manier de veiligheid in hun gemeente te vergroten. Want de stad Antwerpen bijvoorbeeld gaat via die nummerplaatherkenning zijn werking van lage emissiezones implementeren. En daarnaast is er ook al een raamcontract voor de aankoop van elektrische voertuigen uitgewerkt. Het is dan ook aangewezen dat de Vlaamse overheid ook voor laadpaleninfrastructuur een raamcontract uitwerkt. Er wordt verwacht dat dit zal zorgen voor een snellere uitrol van elektrische laadpaleninfrastructuur. Van de federale overheid worden voornamelijk financiële stimuli verwacht via het fiscaal beleid voor personen en bedrijven. Ook de federale overheid kan een faciliterend en sensibiliserend beleid ontwikkelen. Daarnaast moeten echter ook stappen voorwaarts worden gezet voor de vergroening van de Vlaamse autofiscaliteit. De Vlaamse overheid kan in dit kader in samenwerking met Utopia een sensibiliserend beleid ontwikkelen voor het promoten van het delen van elektrische voertuigen van het gemeentelijk voertuigenpark. Ik haal dan ook graag enkele voorbeelden uit het buitenland aan voor het promoten van elektrische voertuigen. In Parijs is het elektrisch autodelen met Autolib, een logisch vervolg van Velib, een bijna gratis huurfiets, een groot succes en heeft het straatbeeld in Parijs grondig veranderd. Het delen van elektrische voertuigen is voor bedrijven en burgers een goede introductie tot deze nieuwe technologie. In Londen is in de uitbouw van het laadnetwerk voorzien dat er een goede integratie is tussen elektrisch rijden en de publieke transportmiddelen. Er gaat hier veel aandacht naar de hubs, overstapplaatsen, waar de Londenaar de auto parkeert en oplaadt en tegelijk een andere verplaatsing maakt binnen de stad. In Ierland wordt de elektromobiliteit bewust gekoppeld aan de opwekking van hernieuwbare energie. Reeds in april 2009 is in Ierland het Drive for Zero-rapport voorgesteld. Dat rapport stelde een plan voor om de 2 miljoen auto's die op het eiland reden geleidelijk te transformeren naar elektrisch. In dit kader heb ik dan ook de volgende vragen aan de minister. Ten eerste, wordt er voor het uitrollen van elektrische laadinfrastructuur een strategisch meerjarenplan Vlaanderen elektrisch uitgewerkt, met duidelijke doelstellingen gekoppeld aan een klimaat- en duurzaam mobiliteitsplan? Kunt u meer uitleg verschaffen over de inhoud van dit plan en de bijhorende doelstellingen? Ten tweede, komt er in dit kader een promotiecampagne van Vlaanderen gaat elektrisch, met aandacht voor hubs en hernieuwbare energie, in samenwerking met de publieke en private sector en financiële stimulansen voor early adopters? En tenslotte, wordt er verder overleg gepland met de federale overheid in zaken financiële stimulansen? Collega Botuinen. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zal heel kort zijn, want collega De Kort heeft al een heel aantal vragen, denk ik, uit mijn vraag ook behandeld. Misschien even uitleggen hoe het komt dat we vanuit dezelfde fractie over hetzelfde onderwerp vragen staan. Collega De Kort heeft de vraag eerst ingediend bij uw collega Weitz en is dan achteraf naar hier doorgestuurd, waardoor we nu
tegelijk samen zitten. Maar goed, net daarover zou wel een keer discussie kunnen zijn nog, over waar het precies thuis wordt. Maar uw vraag... Ik zal heel kort mijn vraag stellen en dan zullen we heel graag luisteren naar de minister. Insteek voor elektrische voertuigen, maar ruimer dan dat, slimme voertuigen, is gedreven vanuit economisch, vanuit mobiliteitsperspectief, maar ook vanuit klimaatperspectief. Als we gaan kijken naar de sector waar Vlaanderen het moeilijk heeft als het gaat over de uitstoot van broeikasgassen, dan zien we dat vooral de transportsector nog een grote uitdaging is, met een stijging van 30% van de uitstoot gedurende de Kyoto-periode 2008-2012, in tegenstelling tot andere sectoren waar een daling van de uitstoot is verwezenlijkt. Nu, voertuigen die niet werken of slechts heel beperkt werken op basis van fossiele brandstoffen zouden natuurlijk een heel belangrijke hulp kunnen zijn om die klimaatdoelstellingen te gaan verwezenlijken. Dat is niet nieuw. Dit parlement heeft in 2011 al een resolutie gestemd rond het promoten van slimme en groene voertuigen en een slimme en groene voertuigindustrie in Vlaanderen. Met vooral de elektrische voertuigen die een bijdrage moeten kunnen leveren aan een schoner klimaat en ook natuurlijk een belangrijke economische bijdrage moeten kunnen leveren. Vanuit Europa is er, zoals collega De Kort heeft gezegd, de richtlijn Clean Power for Transport, goedgekeurd in april 2014, die de lidstaten verplicht om tegen 2016 een actieplan op te maken, met onder andere veel aandacht voor de infrastructuur, elektriciteit, waterstof, LNG, CNG, die nodig is om deze vorm van mobiliteit te gaan ontwikkelen. Uw voorganger als minister van Innovatie, Ingrid Lieten, heeft een aantal proeftuinprojecten opgestart. In deze vooral rond elektrisch rijden dan. En het zou wel eens interessant kunnen zijn om te gaan kijken wat die proeftuinprojecten uiteindelijk hebben opgeleverd. Dus volgende vraag is, hoe ver staan we als Vlaanderen, als België met de opmaak van het actieplan? Zal er dit jaar dan effectief een actieplan voorgelegd worden? Wordt het naar dit parlement ook gebracht? Wie maakt deel uit van het team, de ploeg, de actoren die hiermee bezig zijn en wie heeft welke taak in deze? Specifiek naar de resolutie van 2011, hoe ver staat de uitvoering daarvan? Want daar staan een heel aantal aanbevelingen in die eigenlijk nu ook terugkomen in het actieplan dat moet voorgelegd worden aan Europa. Ik heb u een tijdje terug een vraag gesteld over de laadpaalinfrastructuur in Vlaanderen. En daar gaf u het antwoord dat er duidelijk nog heel wat werk aan de winkel is, nog heel wat potentieel. 163 locaties in Vlaanderen hebben op dit moment een publieke laadmogelijkheid. Daar moet dus nog heel wat bijgebouwd worden als we willen dat de Europese doelstellingen gehaald worden. En dan specifiek over de 5 proeftuinplatformen voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Wat zijn de conclusies die uit deze proeftuinen kunnen gehaald worden? Wat zijn eventuele opvolgprojecten of trajecten die worden voorzien? En wat is de timing, doel en middelen daarvan? Oké, zijn er collega's die de onweerstaanbare drang hebben om zich te mengen? Nee, meneer de minister. Dank u. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hier mij wat onwennig voel, omdat ik denk dat er een aantal collega's veel beter over deze materie kunnen en zullen moeten antwoorden dan ik het kan. Maar ik wil mij er niet van afmaken door te verwijzen naar collega's. Maar u zal zien ook in mijn antwoord, waar ik meer dan normaal mijn voorbereiding zal volgen, dat MOW en LNE continu trekker zijn en niet ik. Maar bij deze zal ik dan toch met een antwoord starten. En ik begin met de opmaak van dat actieplan. Dat is echt nog in opstart. Binnen het Vlaams Gewest is er overleg tussen de ambtelijke stakeholders in interdepartementele projectgroep. En dat wordt getrokken door MOW. Die projectgroep buigt zich ook over de afbakening van het Vlaams actieplan in het Nationaal Beleidsplan en over de bevoegdheidsanalyse voor de juridische omzetting van de Europese richtlijn Clean Power for Transport. Het Nationaal Beleidskader dient volgens de EU-richtlijn uiterlijk op 18 november ingediend te worden bij de Europese Commissie. En in België worden die actieplannen voor de ontwikkeling van het beleidskader
van de alternatieve brandstoffeninfrastructuur, ambtelijk gecoördineerd in de federale gemengde werkgroep Energie en Transport. Ja, die was ik nog vergeten, ook energie is erbij betrokken. Met vertegenwoordiging van de gewesten. Het meerjarenplan elektrisch rijden zal hier aan bod komen, met ook uiteraard aandacht voor de fiscale stimuli. Naar de interdepartementele ambtelijke werkgroep E-team werd de opzicht en de coördinatie gegeven aan LNE. Dit gebeurde tegelijk met de oproep voor de proeftuin elektrisch rijden. En dat is denk ik de enige link die er naar mijn bevoegdheden echt is. E-team heeft als doel de domeinsoverschrijdende coördinatie te doen van maatregelen ter stimulering van slimme en groene voertuigen, met specifiek dan de aandacht voor elektrisch rijden en bijhorende infrastructuur. De opvolging gebeurt nu binnen de interdepartementele projectgroep en die wordt dan weer getrokken door MOW. De opvolging van de actiepunten in de resolutie, en u kent die, werd waargenomen door departement LNE. Het proeftuininitiatief elektrische voertuigen heeft voor wat de onderzoek en innovatie betreft, en ik wil mij daar dan op focussen, de bijdrage geleverd tot tal van actiepunten uit de resolutie. Ik verwijs daarvoor naar het antwoord, want u vroeg dat, collega Botuinen, naar het antwoord op de vraag 42 gesteld in 2012, omdat dat antwoord nog altijd geldig is. Ik kan wel zeggen dat voor een aantal actiepunten ik wat specifiekere evoluties kan vermelden, diegenen die met mij te maken hebben, met name actiepunt 9, waar het innovatief aanbestedingsproject voor fietslaadstations bij het Olympus-platform met de NMBS niet wordt verder gezet na evaluatie. Voor actiepunt 16 rond de lichte structuur Flanders Drive, maar dat zal u wel weten, kan ik u zeggen dat dat is opgegaan in de sokmaakindustrie. En tot slot, de ondersteuning van de proeftuin elektrisch rijden loopt af op eind 2014, dus is afgelopen met één verlenging van het platform EVT TechLab. Via de ecologiepremie van het agentschap ondernemen kunnen subsidies aangevraagd worden, u hebt ernaar verwezen, voor elektrische laadpalen. Naast de reguliere IWT-kanalen, waarmee heel wat proeftuinprojecten gefinancierd worden, zullen de verdere technologische onderzoeksontwikkelingen rond de Vehicle of the Future worden uitgevoerd binnen die sokmaakindustrie waarover ik al sprak. Concluderende aanbevelingen van de proeftuinplatformen zullen we formuleren in een eindrapportering van de Program Office. Op het slot-event van de proeftuin was er een bereidheid voor promotie op internationaal vlak. In het beleidsdomein EWI is er momenteel geen plan voor een specifieke promotiecampagne Vlaanderen gaat elektrisch. Ik denk ook niet dat het bij mij thuis hoort. Zoals de positiepaper elektrische mobiliteit van 13 aangeeft, is er een mix van maatregelen nodig voor de verdere uitrol van de elektromobiliteit. En dan gaat het over fiscale financiële stimulansen voor early adopters of samenwerking met de publieke en private sector, bijvoorbeeld via innovatief aanbesteden, waarbij de overheid via haar rol als launching consumer de uitrol van elektromobiliteit in de publieke sector sensibiliseert en stimuleert. Oké, juist even voor de vraagstellers. Er was blijkbaar op voorhand al discussie waar dat deze vraag zou moeten gesteld worden. Als u geen, de minister heeft er zelf ook op gewezen, als je geen volledig antwoord hebt, dan stel ik voor dat dat opnieuw ingediend wordt. En de voorzitters van de commissies moeten dan maar onder elkaar uitmaken waar het terecht komt. Maar meneer De Kort, als je nu al een reactie hebt. Ja, dank u wel. Ik dank toch wel de minister voor zijn antwoord en ook voor de rest van de duiding van wie dat waar trekt. Ik denk, meneer de minister, dat het ook wel van belang is dat er ook wel zeker en vast een belangrijke link ook hier kan gelegd worden met economie. Ik ben ervan overtuigd dat wij met Vlaanderen, dat als wij hier eigenlijk ook verder naar de toekomst toe een belangrijke transitie mee willen bewerkstelligen, dat we op die manier ook in de toekomst een belangrijke auto-industrie verder hier kunnen behouden. En daarmee denk ik dat hetgeen wat wordt vooropgesteld van de vergroening van het wagenpark, dat ook op die manier heel wat kansen kan bieden ten aanzien eigenlijk van de auto-industrie hier.
Ik maak maar de vergelijking ook met de autobussensector, waar ik merk dat gewone autobussen kunnen tegenwoordig overal worden gemaakt. Maar hetgeen waar dat Van Hol nu doet met zijn bussen op waterstof, dat is toch wel een hoog staandje technologie. En die werkgelegenheid die kan dan toch ook op die manier hier behouden worden. Dus ik denk dat die link met de economie, dat die bijzonder belangrijk eigenlijk is op dat vlak. En voor de rest denk ik dat het ook van belang is om ook verder breder in het kader van de Vlaamse regering hier verder eigenlijk over omtrent na te denken. Want ik denk dat een echt strategisch meerjarenplan absoluut noodzakelijk eigenlijk is en ons niet enkel toe te beperken tot deze elektrische laadpalen, maar het ook breder eigenlijk te plaatsen om effectief op die manier die transitie te kunnen doorslagen. Nog eens, de ingeving en de belangstelling is voor mij voornamelijk mee ingegeven. Ook gekomen met het hele debat rondrent de Oosterweelverbinding, waar dat iedereen denkt dat de mobiliteitsproblemen bijna gaan opgelost worden met alles onder de grond te brengen. En waar ik dan denk van, waarom pakken we het eigenlijk niet aan, wat de oorzaak van het probleem eigenlijk is ten aanzien van de wagens. En laten we eerder daar inzetten om de vergroening van het wagenpark, in plaats van dan verder misschien naar dure oplossingen van overkappingen te gaan spreken, zijn er misschien toch ook wel mogelijkheden om op die manier de transitie voor Vlaanderen verder in te zetten. Ja, heel kort, voorzitter. Ja, uw antwoord, dank u wel voor uw antwoord trouwens. Uw antwoord maakt ook inderdaad ook duidelijk dat heel veel mensen, heel veel actoren hierbij betrokken zijn en betrokken moeten worden ook. U mag dan niet de lead hebben in het hele verhaal, maar u bent wel een heel belangrijke actor vanuit economie en innovatie. U gaf er net aan dat het project vanuit Olympus met innovatief aanbesteden stil is gelegd, maar ongetwijfeld zijn er in het kader van de derde poging tot een succesverhaal, innovatief aanbesteden, wel degelijk mogelijkheden om hier rond stappen vooruit te zetten. Ik denk dat hier zelfs vrij logische stappen kunnen gezet worden met het project van innovatief aanbesteden. En we rekenen er dan ook op dat u daar actie gaat ondernemen. Hetzelfde geldt voor onderzoek en ontwikkeling. Budgetair zijn het geen evidente tijden, maar wat wel duidelijk is, is dat deze Vlaamse regering in de loop van de komende 5 jaar extra middelen gaat uittrekken voor onderzoek en ontwikkeling. En dat ook in deze, met betrekking tot het brede palet aan schone voertuigindustrie, technologieën, niet alleen elektrisch rijden, maar ook andere aanstuurmogelijkheden of aandrijfmogelijkheden komen dan in het vizier, dat ook daar extra middelen zeker nuttig kunnen gebruikt worden. We hebben heel wat bedrijven en onderzoeksinstellingen die daar heel performant zijn. Dus we hopen dat u verder een trekkersrol zal fungeren samen met uw collega's. Oké. Ja, meneer Schils. Ja, excuseer, ik was een beetje later, maar het aspect dat u hebt aangehaald over de overheid als launching consumer, dat past natuurlijk perfect in wat u in de beleidsnota hebt gezegd, dat de overheid op innoverende terreinen wel zelf de triggersrol kan spelen. Ik denk dat daar wel al zeer concrete stappen gemaakt kunnen worden, maar zoals de voorzitter aangaf, ik denk dat het nuttig is dat we nu uw luik van de vraag beantwoord hebben gehad, dat we terug naar collega Weitz gaan om daar meer de mobiliteitsaspecten van te bespreken. Ja, en schouwvliegen voor de Dus je gaat een reizend gezelschap krijgen over de verschillende commissies. Dank u. Goed, ik denk dat meneer Schilt nu overpakt. Dank u wel. Dan beginnen we nu met de vraag die eerst staat op de agenda. De vraag van mevrouw Miranda van Eetvelde. Dank u wel, voorzitter. Over iets helemaal anders nu. Brussel zit al jaren met het probleem van jeugdwerkloosheid. En ik denk dat we dat allemaal heel goed weten. En ongeveer 1 op 3 Brusselse personen onder de 25 jaar zijn werkloos. En om dat probleem aan te pakken zal de VDAB samen met de Brusselse overheid jonge werklozen opzoeken, zodat die groep terug aan het werk geholpen kan worden. En Actiris, dat instaat voor de effectieve begeleiding naar werk in Brussel, zal dan kunnen gebruikmaken van de expertise van de VDAB om deze jongeren aan een job of aan werk te helpen. Nu, het gaat over de zogenaamde verloren generatie. Men weet eigenlijk niet juist over welke jongeren het gaat en met hoeveel ze zijn.
moeilijk in kaart te brengen. Ze worden ook wel eens de NEET-jongeren genoemd, wat staat voor Not in Education, Employment or Training. Nu, de VDAB zou de Brusselse overheid en een aantal andere partners helpen om deze jongeren actief op te zoeken. Vervolgens zou er getracht worden om deze jongeren te motiveren voor een opleiding, een stage of een werkaanbieding of een job. Brussel ontvangt daarvoor 4,1 miljoen euro aan bijkomende middelen. Nu, de aanpak van het probleem van de jeugdwerkloosheid kadert ook in de aanbevelingen die de Europese Commissie heeft gemaakt. En met een jongerengarantie proberen ze jongeren maximaal aan het werk te krijgen. En daarom heb ik voor u één vraag, meneer de minister. Welke meerwaarde voegt de VDAB specifiek toe aan de werking van Actiris in de verschillende stappen van dit traject van opsporen, motiveren, opleiden en toeleiden naar een werkervaring voor deze jongeren? Wie wil er graag aansluiten? Meneer Lionel. Dank u, voorzitter. Meneer de minister. Collega Van Eetvelde stipt natuurlijk een belangrijk probleem aan. Jeugdwerkloosheid in zijn algemeen moet worden aangepakt. Maar zeker bij die NEET-jongeren. Omdat het gaat over een bedreiging. Een bedreiging voor onze samenleving. Vooral omdat het gaat over minder of geen toekomstperspectief. Samenwerking met de VDAB is daarom natuurlijk positief. En Vlaanderen heeft ook baat bij een positieve ontwikkeling van de competenties van de Brusselse jongeren. Vandaag doet de VDAB aan dossier overdracht naar Actiris in Brussel, in Brussels gewest dan. En dit indien de persoon woonachtig was in Vlaanderen en verhuisd naar het Brussels gewest. Dus administratief gezien is dat natuurlijk een stap, maar eigenlijk is er veel meer nodig. Zeker gezien de verwevenheid enerzijds van Vlaams-Brabant met Brussel. De verwevenheid van de arbeidsmarkt van Brussel en Vlaams-Brabant is zeer sterk in één richting. Het aantal werkplaatsen die in Brussel zijn gevestigd steeg sinds 1995 met bijna 100.000. En voor meer dan 50% daarvan wordt een beroep gedaan op iemand die naar Brussel pendelt. Er zijn dus voldoende vacatures in Brussel. Alleen gaat het hier steeds over hooggeschoolde arbeid waarvoor diploma vereisten zijn. Dus nu heeft de dienstensector ook nood aan laag of lager geschoolde. Warenhuizen zijn hard op zoek naar mensen met een grotere talenkennis. Daarboven is Brussel natuurlijk, en dat weet iedereen, een echte grootstad en dat heeft logische gevolgen. Eén daarvan is dat mensen uit minder gegoede klassen en immigranten trekken steeds naar die steden om te genieten van die schaalvoordelen. Hè? Die schaalvoordelen dat een collectief bestaan in de stad genereert en het multilinguïstisch en internationaal karakter van de stad eist dat er meer ingezet moet worden, maar dat is lange termijn, op onderwijs en talenkennis. Maar daar zijn we al mee bezig. Nu, louter een administratieve samenwerking tussen VDAB, want daar gaat het om, en Actiris, is natuurlijk onvoldoende. Vandaar heb ik drie bijkomende korte vragen. Over de volgende aspecten, de knelpuntvacatures, de gemeenschapsdienst en de instapstages. Een eerste vraag. Wordt er vanuit de VDAB gefocust op ondersteuning aan Actiris vanuit de jobopportuniteiten vanuit Vlaanderen? Meer bepaald met het oog op de potentiële invulling van de knelpuntvacatures. Dat is één. Een tweede bijkomende vraag. Zal de invoering van de verplichte gemeenschapsdienst een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het activeren van deze jongeren? En kan de VDAB Actiris daarbij helpen? En een derde vraag. Kan Vlaanderen, mits praktische en natuurlijk financiële afspraken hieromtrent met Actiris, een bijdrage bieden aan die Brusselse werkzoekende jongeren door een aantal instapstages voor het open te stellen, in zoverre ze natuurlijk het Nederlands machtig zijn. Hè. Tot hier, dank u wel. Minister, het is nog andere collega's die willen aansluiten? Nee. Ah, mevrouw Turan. Heel kort, bedankt meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, beste wensen voor het nieuwe jaar, want die kans heb ik nog niet gehad, meneer de minister, naar u toe vooral. NEET-jongeren, dat is inderdaad een thema waar wij vorige legislatuur ook zwaar hebben op ingezet. Ik denk dat het risico bij NEET-jongeren het grootste is om maatschappelijk een groter risico onder zich schuilt dan dat wij kunnen vermoeden. Nergens geregistreerd, geen opleiding, geen vervangend inkomen, maar die jongeren moeten ook leven.
meten is weten. We moeten weten hoeveel NEET-jongeren... Want dat is ook de vraag die ik had gesteld in de stad Antwerpen. Want in de stad hebben wij daar ook een ernstig problematiek mee. Maar we hebben die nog altijd niet allemaal kunnen monitoren. Ik denk, dat kunt ook niet. Maar het risico is dan wel, meneer... Nee, meneer de minister, op een of andere manier hebt u de registratie van de jongeren die een bepaalde leeftijd hebben en die nergens geregistreerd zijn. U kan het achterhalen, een burger kan het niet achterhalen. U heeft daar de registers voor, u heeft daar de informatie voor. Ik denk dat het heel belangrijk is om vooral uw NEET-jongeren te monitoren en dan inderdaad te proberen zo snel mogelijk binnen een redelijke termijn hen naar een van die mogelijkheden die wij vanuit de verschillende overheden hebben te begeleiden. Anders blijft het risico heel groot en ik denk dat we daar inderdaad waakzaam voor moeten zijn. U hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. En aan collega Bagar, uw bijkomende vragen zijn wel heel ver, of sluiten wel aan, maar toch wel eigenlijk als een nieuwe vraag. Dus ik zou voorstellen, maak er een vraag om uitleg over en ik zal ze behandelen de volgende keer. Ik zou daar heel vaag nu kunnen op antwoorden, maar ik vind dat uw vraag een degelijk antwoord verdient. Dus ik zou voorstellen dat u ze concreet stelt. Aan collega Van Eetvelde, het is eigenlijk zo dat wij als VDAB of met de VDAB op twee totaal verschillende manieren zullen samenwerken rond die implementatie van dat jeugdgarantieplan in Brussel. En je hebt twee totaal verschillende groepen. Ten eerste gaat het over de jongeren die ingeschreven zijn. En voor die jongeren die ingeschreven zijn, en dat is wel al ook een stuk antwoord naar u toe, maar kijk naar het antwoord wat ik geef en zien we dat je dan achteraf nog bijkomend wil vragen. Er zijn een gezamenlijke infosessies van Actiris en VDAB. En de doelstelling is om te komen tot een verhoogde toeleiding naar de VDAB-opleidingen. En de VDAB kan die bijkomende toeleiding opvangen, omdat daar ook de nodige capaciteit voor is en dat die vandaag niet volledig benut wordt. Dus als door de screening, de infosessies van Actiris in de VDAB, er meer mensen komen naar de opleiding, en opleiding is de verantwoordelijkheid van VDAB, dan is er geen probleem graag om die meer op te leiden. Als die actie leidt tot een groter aandeel van Brusselaars in de VDAB-opleiding, is dat zeker al een eerste meerwaarde die gerealiseerd kan worden. Want ook voor deze jongeren is, en dat zei u, meertaligheid via opleiding Nederlands en beroepsopleiding in het Nederlands een troef, zowel als ze in Brussel te werk gesteld worden, of als ze in de Rand zouden willen te werk gesteld worden. Een tweede, en dan hebben we het collega Turan ook over de niets. Er zijn diegenen die niet ingeschreven zijn. En daar gaan we uit van de vindplaatsgerichte projecten, de zogenaamde Find, Bind en Mind projecten. En dat bestaat in Antwerpen ook al. En denk ik dat in Antwerpen een goede start is gegeven. Samen met ESF, met Sintra, met VGC en met Tracé wordt daarop ingezet. En ESF gaat een open oproep doen naar iedere Brusselse partner om daarover samen te werken. De bedoeling is om hier samenwerkingsverbanden op te starten, zodat zij kunnen methodieken ontwikkelen om in de Brusselse wijken die niets te gaan opzoeken. Want dat is de enige methode, dat is je moet ze gaan zoeken. Eens dat je ze gevonden hebt, kan je ze proberen te binden. Kan je ze gaan informeren, kan je ze gaan oriënteren en gaan toeleiden naar opleidingen, naar stages of hopelijk ook naar werk. De meerwaarde van die methode is dat ze zich richt tot de jongeren die niet zijn ingeschreven. Ik denk dat echt, dit is een maatwerk, dit is individueel, dat is de aanpak die gebeurt. U sprak van de 4,1 miljoen, dat is effectief voor de Nederlandse acties. Nederlandstalige acties 4,1 miljoen gereserveerd. 2/3 van het budget komt van de ESF en 1/3 van de VDAB. En eigenlijk moet de VDAB nu, want dat is bevoegdheid van Actiris, maar in een samenwerkingsverband heeft de VDAB ook voorzien vandaag in de begroting de middelen voor te voorzien voor de gespreid over de volgende 4 jaar. Dank u wel. Repliek voor mevrouw Van Eetvelde.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou de minister ook op mijn beurt willen danken voor zijn antwoord. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we moeten vermijden dat er dubbelwerk zou gepleegd worden. Daarom, ik ben blij met uw antwoord, wat dat er op het moment al gebeurt en wat dat er nog kan verbeteren. En ik denk dat duidelijk is dat de VDAB een toegevoegde waarde heeft in dit verhaal. En ik denk, als ik zie dat ze toch wel heel wat expertise naar voren kunnen schuiven, en als ik zie dat er al eigenlijk positieve projecten zijn, dan is het heel belangrijk dus dat ze die jongeren daarmee aan het werk krijgen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat die nieuwe maatregel van de Brusselse overheid en de VDAB, dat die kunnen rekenen op die Europese steun. Ik denk dat dat ook wel nodig is. En dat Vlaanderen via deze maatregel mee kan helpen om de Brusselse werkloosheid desnoods te doen dalen. Dat is alleen maar positief. Het maatwerk en jongeren die dus niet ingeschreven zijn, die NEET-jongeren, als dat tot goede resultaten kan leiden, dan denk ik ook dat we daar verder moeten op inzetten. Dank u wel. Collega Bajard, wilt u nog iets toevoegen? Ja, ik versta natuurlijk wat de minister zegt en ik zal dat opvolgen met een duidelijke vraag. Dank u. Dank u wel. Dan kunnen we overgaan naar de volgende vraag van mevrouw Emilie Talpen. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, in oktober vorig jaar vernamen we via de media dat u, meneer de minister, jongeren met een foute werkattitude wilde laten sporten om ze klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Daarover zouden toen ook al afspraken gemaakt zijn met de VDAB en dat moest dan resulteren in een pilootproject in 2015 dat mogelijk ook een onderdeel wordt van de werk- en levingstrajecten voor jongeren in centrumsteden. De minister, u verantwoordde uw initiatief door te stellen dat sporten winnen en verliezen is, samen hetzelfde doel najagen, op tijd zijn, scoren, anderen laten scoren, motiveren, kritiek geven, kritiek krijgen, doorzettingsvermogen, kameraadschap en verantwoordelijkheid nemen. Dat zijn allemaal competenties, stelt u, die op de werkvloer heel goed van pas komen. Nu, concreet zou het pilootproject enkel kunnen gebeuren met jongeren die sporten in gestructureerde sportclubs. En de jonge werkzoekende krijgt dan een financieel rustzakje mee voor het inschrijvingsgeld en een verzekering. Nu, we stelden reeds een schriftelijke vraag hierover om meer zicht te krijgen op de concrete uitvoeringsmodaliteiten. Maar in uw antwoord stelde u, meneer de minister, dat het project nog in een opstartfase zat en de komende maanden overleg en voorbereiding zou gevraagd worden met de sport- en werkgelegenheidspartners. En tevens wees u erop dat er ter voorbereiding aan het steunpunt beleidsrelevant onderzoek sport een kortlopend onderzoek gevraagd werd met betrekking tot lage scholen werk en sport. Nu, de bedoeling is om initiatieven die bestaan in Vlaanderen die op een of andere manier sport gebruiken met betrekking tot de werkstelling en de werkstellingskansen van jonggescholden en laaggescholden in kaart te brengen. En tevens wordt nagegaan wat de succesfactoren zijn van de verworven competenties om deze maximaal te valideren of welke samenwerkingsverbanden met andere sectoren of partners nodig zijn om de slaagkansen van dergelijke initiatieven op lange termijn te bevorderen. Nu, dit rapport zou eind november 2014 opgeleverd worden. Dus vandaar mijn volgende vraag aan u, meneer de minister. Werd u in kennis gesteld van het onderzoek dat werd verricht door het steunpunt beleidsrelevant onderzoek sport? Zo ja, welke waren hiervan de belangrijkste conclusies met betrekking tot laaggeschoolde sport en tewerkstelling? Welke voorbereidingen en overlegmomenten werden de afgelopen maanden verricht met het oog op de invoering van het proefproject Sport voor jonge werkzoekenden? Welke concrete afspraken werden over dit pilootproject al gemaakt met de VDAB? Wanneer zal het proefproject van start gaan? En hoeveel wijtrajecten zullen worden voorzien? Wie maakt deel uit van de doelgroep? En aan welke concrete uitvoeringsmodaliteiten zal het proefproject beantwoorden? Dank u wel. Dank u wel, collega. Mevrouw Van Eetvelde wenst aan te sluiten. Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort door, want ik denk de studie is ondertussen gepubliceerd en voorgesteld. We hebben kennende conclusies. Ik zou eigenlijk gewoon willen benadrukken dat we toch echt wel niet voorbarig mogen zijn, want dat er toch wel tijd nodig is om dat project te lanceren, want het staat toch nog eens in zijn kinderschoen. Nu, ik wil ook nog eens benadrukken dat voor ons toch wel het behalen van een diploma nog altijd prioritair is en dat dat heel belangrijk is. Ook in de beleidsnota van sport legt u ook heel veel nadruk op die samenwerking om laaggescholden op deze manier te activeren. En ik denk sport is een middel om een tewerkstelling te realiseren of te garanderen, maar het is toch geen doel op zich. En ik had eigenlijk daar rond maar één vraag. Of dat u als minister ook samenwerking ziet met andere maatschappelijke actoren. En ik denk dan bijvoorbeeld aan cultuur of jeugd. Of dat gelijkaardige projecten zouden kunnen lopen.
Ik ga me wel moeten verontschuldigen voor het antwoord, want ik moet een vraag stellen in de andere commissie van cultuur. Excuseer. Dank u wel toch voor uw bijdrage. Ja, mevrouw Vermeulen. Meneer voorzitter, meneer minister, ik heb dat rapport ook met belangstelling gelezen. Het is ondertussen gepubliceerd, dus vooral het luikje sociale economie stond daar ook iets in te vermelden. Daar stond volgens onderzoek gaven een aantal respondenten mee dat een deel van de praktijken sowieso via de sociale economie zullen moeten georganiseerd worden. Omdat dit eenmaal de beste garantie zal bieden op een langdurig en intensief traject waar een deel van de deelnemers juist nood aan hebben. De doelstelling van het traject kan doorstroming naar het normaal economisch circuit als de volgende logische stap zijn, maar is voor een deel van de deelnemers niet haalbaar. Vandaar mijn vraag van, staat er binnen dit project ook een samenwerking met partners uit de sociale economie op het programma voor de verdere uitvoering? En welke specifieke partners uit de sociale economie worden hiervoor aangesproken? Als ik zelf er even over nadenk, zou ik durven stellen dat bijvoorbeeld de sociale werkplaats, de sleutel, met zijn methodieken voor een activerende werkvloer en daar een zeer geschikte partner voor zou zijn. Zij richten zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen van dezelfde competenties zoals dezelfde competenties die moeten ontwikkeld worden bij de kortgestoolde sporters. Ik wil dit zeker meegeven als tip, want deze partner kan een zeer nuttige bijdrage leveren bij de verdere ontwikkeling van dit project. Dank u wel. Nog collega's die willen aansluiten? Dan geef ik het woord aan de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. En, ik wil effectief zeggen dat het onderzoek dat is gebeurd bij de VUB, dat gevoegd werd door professor Mark Theeboom, en ik ga erbij zeggen, en de oud-kapitein van mijn voetbalploeg, Zeno Nols, dat die, ja, dat is toeval, een echt toeval, maar dat is effectief voorgesteld eind november 2014. Het is ook voorgesteld in een symposium op 16 december, en het rapport is volledig beschikbaar op de website van het steunpunt. Misschien toch even, voordat ik naar de conclusies van de studie ga, nog even de doelstelling terug naar voren brengen. En er was één, en ik denk collega van rond de sociale werkplaatsen, we wouden effectief ook rond de bestaande initiatieven, zien we dat daar al bestond. Hè. U spreekt van de link. Sabine, wat we daar gingen doen, wat dat daar gebeurt en wat dat er in kaart brengen, wat dat er al gebeurde en wat dat er dan verder kan gebeuren. Ten tweede wouden we ook zeker zien welke taken en functies er dan werden opgenomen. Wat gebeurt er in de projecten die vandaag al bestaan? En laat mij dat nu al zeggen, het is niet de bedoeling dat projecten die vandaag bestaan, hè, u spreekt zelf van de link, is misschien een suggestie, ik denk dat de link, u zei het ook, wellicht dat al doet vandaag, het is niet zo dat dat morgen niet verder kan. De filosofie hier was, kunnen we er iets extra aan toevoegen, kunnen we op een of andere manier daar verder mee gaan. En zien welke taken en functies zijn opgenomen, welke competenties daarbij ontwikkeld werden. Het derde punt was, wat zijn de kritische succesfactoren? Altijd een moeilijke, hè? Ja, welke zijn die als je wilt gaan naar valorisatie ook van verworven competenties en dergelijke meer? En tot slot, wat zijn de samenwerkingsverbanden die daar nodig zijn? Wat waren dan de conclusies? En de eerste verbaast mij niks, maar het is altijd goed om die te herhalen. De eerste is dat de kortgeschoolde niet bestaat. Maar dat is, ja, als we spreken hier in de commissie over maatwerk, we hebben het er vanmorgen nog over gehad, ja, dan weten we de jongeren, de ouderen, de kortgeschoolde bestaan niet. En de doelgroep is dus heel divers. Dat wil ook zeggen dat wat nodig is aan competenties om bij te werken, is ook heel divers. Twee, en dat vind ik wel een hele leuke, is dat sport effectief een sterke aantrekkingskracht heeft op jongeren. Of op een heel aantal jongeren. Ongeacht uw maatschappelijke achtergrond en in toenemende mate wordt sport zowel in binnen- als in buitenland gebruikt binnen zo'n interventieprogramma's. Sport is eerste instantie een aantrekkingspool om deelnemers te oriënteren, te begeleiden, maar dat is meestal best als er ook andere modules bij zijn. Dus sport zou best een module zijn naast andere modules. Ik denk aan oriëntatie, opleiding, stage, tewerkstelling, randactiviteiten en dergelijke meer. Dus niet alleen sport, het is sport naast andere dingen. Derde conclusie is dat de settings die interessant zijn,
dat er een veelheid van mogelijke settings zijn. Je hebt de stedelijke en de gemeentelijke sportdiensten die kunnen ingeschakeld worden. Je hebt de private sportsettings, ik denk aan fitnessorganisaties en dergelijke meer. Maar evengoed een heel aantal sportclubs of zelfs diegenen die het organiseren, zoals Flabus, Blozo en dergelijke meer. De settings dienen wel te beantwoorden aan een aantal voorwaarden en die worden in het rapport ook verder aangehaald. Met betrekking tot welke competenties kunnen worden ontwikkeld, werd door de respondenten verwezen naar diverse competenties, zowel generieke als professionele en naar bepaalde kennis. Het is goed dat er vandaag veel aandacht gaat naar die competentieontwikkeling. Jullie weten dat dat mijn dada is, omdat we zo meer gaan focussen op de bekwaamheid en de talenten van de mensen en dat we ook zo een perspectiefverschuiving krijgen naar talentdenken. En dat is iets, mevrouw Turan, u weet dat al de afgelopen 5 jaren, dat ik daar heel sterk op inzet van laat ons wat meer talentdenken doen. Het is echt cruciaal dat er ook wordt ingezet op het valoriseren van competenties op een of andere manier, blijkt ook uit de studie. Er is ook nood aan systematisch objectief monitoren en evalueren van de geselecteerde initiatieven. Zodanig dat we kunnen nagaan wat de outcome is van de doelstellingen. Een beleid, en dat was een 6e conclusie, dat wil inzetten op het gebruik van sport met betrekking tot de werkstelling, kan het best samen worden uitgebouwd. Dat komt eigenlijk overeen met wat tevoren is, met andere beleidsdomeinen, niet alleen het sportbeleidsdomein, maar ook werk of onderwijs, welzijn of jeugd. Maar dat is iets wat ik zeker wil meenemen. Maar het was collega Van Eetvelde die vroeg van ga je dat ook bij cultuur of dergelijke meer doen? Ik stel voor, laat ons iets starten met sport, laat ons hier een proefpreek doen. Als dat succesvol is, waarom zouden jongeren die elders geïnteresseerd zijn dan ook niet zo'n traject kunnen vormen? Maar dit is proef, dus laat ons de proef doen in het kader van sport. In de loop van 2014 hebben we eigenlijk al verschillende overlegmomenten gehad, collega Talpen, met de verschillende actoren. De ruimere sportsector hebben we geconsulteerd om na te gaan of dat zij interesse en ook draagkracht zien om daar iets rond te doen. Uiteraard de VDAB, om te zien, kun je dat integreren? Ik heb geen zin om weer een instrument te creëren. We zeggen altijd allemaal, er is al genoeg. Kunnen we het integreren binnen een bestaand traject naar jongeren toe? Met ESF rond een opmaak van een oproep in het kader van het nieuwe operationeel programma, maar ook met de sportclubs of dat zij gericht willen werken met lage scholen. En tijdens die overlegmomenten is er ook nagegaan welke mogelijke werkingspistes passen binnen het kader van het VDAB-activeringstraject. En als ik nu concreet ga, en dat zou ik eerst willen doen, en ik blijf zeggen van daar waar dat er al iets bestaat elders, doe voort. Maar wat nieuw daarbovenop zou willen doen, is dat we binnen de wijtrajecten, het werkinlevingstrajecten, dat we binnen die wijtrajecten de mogelijkheid voorzien om sport een plaats te geven als één van de trajecten. Ik denk dat de meesten van u weten, die wijtrajecten, dat geeft aan lage school de ongekwalificeerde jongeren die op de arbeidsmarkt komen, geeft dat de kans om op in verschillende trajecten, kortdurende trajecten, in te stappen. Waarom kan sport daar niet één van de trajecten zijn? Ik denk dat we zo tegemoet komen aan de conclusies van de studie die zeggen het zou moeten gebeuren naast andere trajecten. Dat doen we dan hier effectief. Daarnaast, en dus dat is de weg die ik wil gaan, dat met de VDAB wij dat integreren voor wie het wenst. Hè. Want ik ga nooit iemand zeggen van jij moet sport doen als hij er totaal geen zin in heeft. Het moet, maar vermits dat die aantrekkingskracht... Ja, maar je bent niet werkloos. Hè? Maar daarnet heb ik al gezegd van kijk, het heeft een aantrekkingskracht. Laat ons bij die jongeren waar het een aantrekkingskracht heeft, het ook echt gebruiken. Daarnaast gaan we bij ESF, bij de nieuwe oproepen in het kader van het nieuwe operationeel programma. En dat is goedgekeurd en daarom is het soms goed als een commissie al eens zijn vragen overdraagt. Op 19 december is dat goedgekeurd, dat wij daar plaats zullen maken voor een oproep in het verlengde van die wijtrajecten om daar sport een onderdeel van te maken.
en in nieuwe oproepen zullen de komende weken en maanden gelanceerd worden. Ik denk dat we daarmee de stap hebben gezet die is aangekondigd geweest. Laat ons hiermee starten en als dat dan succesvol is, laat ons dat evalueren. Als dat succesvol is, zou dat eventueel ook naar andere sectoren kunnen gaan, wat collega Van Eetvelde vroeg, of collega Vermeulen naar andere, naast werk, naar sociaal-economie of dergelijke meer. Dan moeten we dat maar zien. Maar laat ons nu dit doen. Ik denk dat we hebben geen nieuw instrument hebben. Het is een bestaand instrument die samen met andere trajecten die daarnaast zijn, ik denk dat dat de goede weg is. Dank u wel, meneer de minister. Collega Talpa. Dank u wel, minister. Het is inderdaad een positief project dat ook wat ons betreft veel potentieel heeft om een succes te worden. En het zal uiteraard ook van het individu zelf afhangen en van zijn ingesteldheid, zijn achtergrond. Maar ook zoals u hebt aangehaald, moet er een afgestemde mix zijn van enerzijds sport en andere modules die dan meer specifiek op de werkattitude gericht zijn. Ook positief om te integreren in een bestaand project, eerder dan iets nieuws te gaan creëren terug. En we staan ook open voor dat opnemen in die werkinlevingstrajecten. Dus ik noteer dus zeker dat er goede wil is en dat we hopelijk heel snel van start kunnen gaan. Want het is inderdaad goed om naar de samenleving een positief signaal te geven, om empowerment-initiatieven eigenlijk aan te kondigen. Maar dan moeten we ze ook zo snel mogelijk realiseren. Dank u. Dank u wel, collega Talpen. Collega Vermeulen, uw repliek. Als het niet nodig is, hoeft het niet. Dan gaan we over naar de volgende vraag. De vraag van de heer Beenders over het OCMW. Ja. We schorsen de commissie 1 minuut. Wie een sanitaire stop wenst te maken, het is nu het moment. En we gaan verder. De vraag dus van collega Beenders over artikel 60 van de OCMW. Ja, dank u wel, voorzitter, meneer de minister. Ik heb deze vraag eigenlijk op 19 november al gesteld. Toen was de situatie ook enigszins anders, omdat u in die periode ook een omzendbrief heeft gestuurd. De vraag gaat over de verhoogde toelage voor artikel 60'ers bij de tewerkstellingen en erkende onderneming in de sociale economie. Nee. Ik ben nog niet tot mijn punt. Ik heb ze aangepast. Dus in die zin is er twee keer een uitstel geweest omwille van verschillende redenen dat de commissie niet samenkwam. En is er wat informatie verspreid geweest die het een en het ander heb ik verduidelijkt.
Dus in die optiek weten we vandaag dat de maatregel alleszins zal verlengd worden. Want dat was op het moment dat ik de vraag indien nog niet duidelijk. Dat heeft u intussen met uw omzendbrief wel verduidelijkt. Maar de afgelopen weken is er vanuit de POT, dus de instantie die de uitbetalingen doet, zijn er verschillende nieuwsbrieven verdeeld die toch wel wat tegenstrijdige informatie geven. En ik denk dat het misschien wel goed is, meneer de minister, dat u eens een stand van zaken kan geven over deze verhoogde toelagen, zodat we allemaal weten waar we eigenlijk aan toe zijn. Dus mijn vragen zijn in die zin aangepast, dat we er al van uitgaan dat deze maatregel zal verlengd worden. Dus daar is al geen discussie meer over. Maar ik heb toch nog een aantal bijvragen die ik u toch zou willen stellen. Of u zich bewust bent of er nog een probleem is of niet. Ik denk dat dat misschien goed is om uit te klaren of er informatica-problemen zijn, of er platformproblemen zijn of niet. Of is alles uitgeklaard met de POT, want er zijn een aantal overlegmomenten gepland geweest om die problemen te bespreken en op te lossen. Of u eigenlijk een zicht heeft over hoeveel mensen het juist gaat. In Vlaanderen die te werk gesteld zijn als artikel 60'ers, u mag dat ook gerust schriftelijk bezorgen, u hoeft dat niet per se vandaag te doen. En ook hoeveel mensen er een verhoogde subsidie krijgen. In uw beleidsaankondiging heeft u regelmatig gezegd dat er een nieuwe soort van tijdelijke nieuwe werkervaring zal komen, dat de artikel 60'ers zullen aangepast worden, afgeschaft worden. Heeft u daar ook al een timing voor? En u heeft ook reeds aangekondigd in de commissie dat u in overleg zou gaan met de lokale besturen om dit te bespreken en om die aanpassingen te overleggen. Staan die overlegmomenten gepland of is daar een timing voor voorzien? En bent u ook van plan om met de vertegenwoordigers van de ondernemingen in de sociale economie over de uitwerking en de overgang van het nieuw kader tijdelijke werkervaring te spreken de volgende maanden? Dus dat zijn eigenlijk de aangepaste vragen die ik u zou willen stellen. Dank u wel, collega Beenders. Mevrouw Vermeulen, om aan te sluiten. Ja, ik was ook al zodanig alert dat deze vragen achterhaald waren. En het doet mij ook plezier dat meneer Beenders ook de vraag over Nova Prima aanhaalt. Want dat was ook een van mijn aansluitende vragen van inderdaad, hoe zit het nu met die webapplicatie? Want er zijn OCMW's die beginnen te vrezen dat zij zullen moeten voorfinancieren vanaf januari. Of dat zij dubbel werk zullen moeten doen van is het nu opgelost of... Hoe zit het daar nu mee? En mijn tweede vraag was een vaststelling die ik mijn eigen gemeente maakte. Blijkbaar roept de VVSG gemeenten op om hun contracten met de sociale economieprojecten een contract van bepaalde duur te geven. Bijvoorbeeld de kringloopwinkel van mijn gemeente heeft nu de contracten aangepast van bepaalde duur, van onbepaalde duur naar bepaalde duur. Omdat zij de toekomst van de verhoogde toelagen vrezen. Vandaar dat ik me zeker wil aansluiten bij de vragen van collega Beenders van hoe gaat het nu, hoe ziet u de verdere toekomst en de uitwerking van dit nieuwe activeringsbeleid? Dan had ik nog collega Klaas. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, nu dat duidelijk wordt dat in het regeerakkoord staat artikel 60 meeverbeld als een van de maatregelen die in het nieuwe werkervaringsconcept zal gezet worden. Hè. Dus nu dat duidelijk is hoe dat die werkervaring voor WebPlus er zal uitzien, stelt er zich natuurlijk wel een probleem, vermits dat WebPlus mensen zijn die in de werkloosheid blijven, terwijl dat juist voor artikel 60 het de bedoeling is dat mensen een contract krijgen en op die manier in orde geraken met sociale zekerheid. Vandaar dat het denk voor mij, maar ik denk samen met mij voor heel velen op dit ogenblik niet duidelijk is welke richting dat uitgaat voor artikel 60. Ik weet niet of u daar vandaag al meer duidelijkheid kunt overgeven of dat u eerder zegt, we hebben daar nog wel wat meer studiewerk rond nodig en ik plan dat ergens in het najaar, zoals u voordien eigenlijk ook wel had aangekondigd. Nog collega's? Nee, meneer de minister, uw antwoorden graag. Dank u wel. Ik wil al zeggen dat ik eigenlijk zelfs bij uw vorige vraag de omzendbrief al had opgestuurd, want de omzendbrief dateert van 6 november 2014 en daarin zeggen we dat de verhoogde staatstoelage voor de begunstigden van de artikel 60 in de sociale economie bevestigd wordt. Concreet wil dat ook zeggen dat die maatregelen die vermeld waren in de omzendbrief van collega De Blok van 15 maart 2013, dat die worden verlengd. Het budget dat voor 2014 werd toegekend aan de OCMW's
die OCMW's die een verhoogde staatstoelage hebben, is dus met andere woorden opnieuw voorzien in 2015. Die omzendbrief werd aan de betrokken OCMW's bezorgd, dus ik veronderstel dat zij ook op de hoogte zijn. Verder is die omzendbrief uiteraard beschikbaar op de website werk.be, dat is vanaf 14 november. En de omzendbrief is overgemaakt aan de POT-MI. Zij hebben op hun site de link ook voorzien naar de omzendbrief. En de VVSG is tenslotte ook nog op de hoogte gesteld en hebben de omzendbrief via hun kanalen verder verspreid. Bij de bevoegdheidsoverdracht stelde zich effectief een probleem met de technische operator, Nova Prima. Die is ondervangen door middel van een horizontaal protocol dat Vlaanderen heeft afgesloten met de federale overheid in uitvoering van die bijzondere financieringswet. Dat protocol gaat over de manier waarop de financiering van de maatregelen waarvan de federale overheid operator blijft, zal gebeuren en de monitoring die de federale overheid ter beschikking zal stellen. De opsplitsing van Nova Prima maakt deel uit van dat horizontaal protocol, of met andere woorden, de financiering van artikel 60 met de verhoogde staatstoelage en de gewoon artikel 60 is gegarandeerd en de OCMW's zullen heel 2015 alles gewoon verder kunnen uitvoeren. U vroeg de getallen en als u dat voorhand vraagt, zoals dat u hebt gedaan, heb ik die bij. In 2013 werden er in Vlaanderen 9.830 leefloners in artikel 60 te werk gesteld. Dat is een budget van 78 miljoen. In 2014, en dan spreek ik tot en met oktober, gaat het over 8.414 en een budget van 59 miljoen. Binnen die groep waren er in 2013 3.309 leefloners met een verhoogde staatstoelage. En in 2014 gaat het op dit moment dan tot over 2.730 leefloners. Ik wil nog wel even, maar dat is dan tussen haakjes zeggen, dat het niet de mensen zijn die dat verhoogd loon krijgen, maar wel de OCMW's die een verhoogde toelage opstrijken. Ik heb de lijst van de erkende initiatieven sociale economie bij mij en maak ik zelf voor dat dat het antwoord wordt toegevoegd of aan het verslag wordt toegevoegd eerder dan dat ik dat ga opzommen. Op uw drie laatste vragen wil ik samen antwoorden, maar dat is ook aan collega Klaas en collega Vermeulen. We gaan dat concept, maar uw collega Klaas heeft eigenlijk het antwoord al gegeven. Dat is altijd gemakkelijk aan mensen die tussenkomen met kennis van zaken. Een concept met betrekking tot de eenmaking van de bestaande instrumenten, dus die artikel 60 PWA's en project GESCO's, zullen wij in de eerste helft van 2015 voorzien. Ik denk, u zei het al, ik heb het in het verleden al gezegd, wij gaan ervoor zorgen dat diverse actoren, ik denk aan lokale besturen, de VZW's, de leerwerkbedrijven, die gaan we altijd vanuit dat die mee in de uitvoering zullen we kunnen betrokken worden van dat tweede spoor. Het algemeen concept dat we willen voorstellen, willen we voorleggen aan de sociale partners binnen VZOC, maar ook aan de andere stakeholders. En collega Beenders, ik denk dat dat was wat u vroeg, gaat u dat ook met de ander? Ja, eens dat we dat concept in de loop van dat vorig jaar hebben uitgetekend, zullen we dat ook voorleggen. Dat concept wordt voorgesteld, ik denk dat we dat pas goed kunnen doen, als we de inventarisering hebben van de belangrijkste juridische, want dat is allemaal niet zo evident. Ik denk dat u er alle drie voorbeelden heeft van aangehaald. Dat concept wordt voorgesteld nadat we de juridische, beleidsmatige en budgettaire hefbomen en uitdagingen goed in kaart hebben gebracht om dan te zien hoe dat we daar een goed concept van kunnen maken. En we zullen daar uiteraard ook rekening houden met mogelijke afspraken die we al zouden gemaakt hebben in een banenpact als we dat tegen dan hebben afgesloten. Dank u wel, minister. Collega's, wenst u nog te repliceren, meneer Beenders? Misschien gewoon heel kort over de communicatie. Uw omzendbrief is inderdaad al van begin november verspreid.
Maar zelfs in een nieuwsbrief van het VVSG van eind december werd er aan de OCMW's nogmaals meegegeven dat er echt wel een impasse is, dat ze alles doen om de betrokken ministers hierover te interpelleren, dat er overleg moet komen, dat er problematische toestanden zijn rond uitbetalingen. Dus tot eind december hebben de OCMW's, zelfs vanuit officiële nieuwsbrieven van het VVSG, nog altijd signalen gekregen van, met bezorgdheden. Ik heb de nieuwsbrief hierbij. Daar is toch wel met enige bezorgdheid op gereageerd vanuit de OCMW's. Dus het is niet zo dat die omzendbrief alle vragen heeft weggenomen. Dan zou men ook eind december geen nieuwsbrieven verspreiden waarin er nog duidelijk wordt gesteld dat niet alles is opgelost. En u begrijpt dat als er problemen zijn rond uitbetalingen, dat mensen hun contracten zijn veranderd. Hè. Die mochten niet doorlopen tot 2015, maar moesten stopgezet worden eind 2014 om zeker hun geld te krijgen. Ja, dat toch wel heel wat vragen oproept op het terrein. En ik denk dat we echt moeten proberen namens het POT, namens uzelf, namens het VVSG, om informatie te geven, vooral aan de OCMW's, die juist zijn en ook eenduidig, zodat alle betrokkenen de juiste informatie krijgen. En dan denk ik dat al heel veel is opgelost. En vandaar wil ik u ook bedanken voor de vraag, want ik denk dat daar wel nood aan was. Dank u wel, collega Beenders. Mevrouw Klaas, wenste ook nog terug. Ja, meneer de minister, ik ben blij dat u de link legt naar het banenpact. Want uiteindelijk moet dat volgens mij ook een van de elementen zijn. Maar ik stel vast dat het document dat tot nu toe door u voorgelegd is aan het feest ook daar geen elementen over bevat. Dus ik ben daar blij mee dat daar een luik aan toegevoegd wordt. Dank u. Meneer de minister, u wenst nog iets toe te voegen? Ja, heel kort twee dingen. Eén, dat kan volgens mij als de sociale partners daar consensus rond kunnen vinden. Ik ga niet de rest van het banenpact daarvoor vast laten lopen. Maar dat denk ik dat u met mij eens bent, dat we zeker naar doelgroepenbeleid kort op de bal moeten spelen en snel tot besluit moeten komen. En collega Beenders, ik heb ook gehoord dat er effectief soms verschillende informatie is. Ik heb dan ook een brief gestuurd naar het kabinet van collega Borsu om te vragen dat het samenwerkingsprotocol, want dat is getekend, dat is goedgekeurd, dat wordt nageleefd. Daar staat ook duidelijk in gestipuleerd dat tot 31 december de POT-MI alle vragen moet beantwoorden, bijvoorbeeld. Dat is een van die onduidelijkheden die er zouden zijn. En moesten daar verder problemen rond zijn, dan zal ik ook aan de minister-president vragen om het overleg verder te plegen met de federale overheid om overeenkomsten die we hebben afgesloten uit te voeren. Nog bijkomende opmerkingen? Collega's, niet nodig. Dan zou ik nu willen voorstellen om over te gaan naar vraag 9 van mevrouw Guller-Turan. Collega's, de vraag van meneer Van Rompuy is niet geschrapt, die wordt even aangehouden, omdat er nog collega's uit een andere commissie graag wensten aan te sluiten. En meneer Van Rompuy heeft zijn akkoord daarmee gegeven. Vandaar, meneer Dieptal, u wilt daar iets op zeggen? Ja, inderdaad, ik heb er allemaal geen probleem mee, maar een deel van de vragen zijn deze voormiddag ook al gedaan. Het is zeer moeilijk als die een agenda voortdurend van alle kanten wordt overhoop gegooid. Alle begrip natuurlijk, hè, mensen die in verschillende commissies moeten zijn, echt waar, alle begrip. Maar dat geldt voor iedereen. En iedereen zit hier te wachten op vragen waar dat hij wil op tussenkomen. Dus ik pleit ervoor om zoveel mogelijk vast te houden aan de agenda. Los van dit geval nu. Hè, maar op een ik doe mijn uiterste best en ik ben ook niet van plan om ze helemaal naar het einde van de agenda te verschuiven. Maar een beetje flexibiliteit om alle collega's zoveel mogelijk hun werk te laten verzilveren lijkt me toch wel interessant. Dus als het met uw welnemen, kijk ik naar de commissie. Is het goed dat we nu overgaan naar vraag 9? Dan gaan we nu over naar vraag 9 van mevrouw Turan. Dank u wel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is inderdaad vandaag een beetje een verschuiving geweest, omdat sommige vragen waar we dan eventueel ook interessant vonden van collega's, dat die in de voormiddag toch behandeld zijn. Maar oké, ik neem aan dat u praktische redenen daarvoor zal hebben. De renteswaps. De minister had daar praktische problemen mee. Ja, maar ik vind dat oké dat u dat zegt, maar als we daar... Ik heb in ieder geval de mail gemist waarin dat ik daarover ben verwittigd. Nee, het is in de commissie gevraagd. En Oké. Dus de mensen die afgaan op de geschreven uitnodiging... Ja, maar het... Collega's. Het punt dat ik wil maken is... Ik wil niet in discussie gaan met collega's. Ik zeg gewoon, afgaande op mijn agenda en op de officiële agenda, was ik niet op de hoogte dat er in de voormiddag vragen zijn behandeld die in de namiddag op de agenda stonden met alle... praktische vragen en begrip voor alle praktische regelingen daaromtrent, alstublieft. Mijn collega's hebben mij daar uiteraard van verwittigd, maar ik had andere verwichtingen, omdat dit in de namiddag was gepland. Dit gezegd zijnde, meneer de voorzitter. Ik zal doorgeven, mevrouw Turan, ik zal door, en andere collega's, ik zal doorgeven aan
de vaste commissaris, ja, okay. Want ik ben plaatsvervangend voorzitter tenminste. Maar het is geen verwijt, maar niemand... Dat wanneer er een wijziging van de vragen wordt georganiseerd, of dat indien mogelijk een dagje op voorhand minstens kan aangekondigd worden. Of een paar uur, ja, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Het is een evenwicht tussen flexibiliteit en voorspelbaarheid. Meneer de minister. En misschien daaraan toevoegen dat als collega Tugan toch nog een vraag heeft over dingen van vanmorgen, dat ik ook na de commissie graag bereid ben om daarop te reageren. Kijk eens aan. Dit gezegd... Ultieme toegift van de minister. Mevrouw Tugan, graag uw vraag. Vraag 3, 4, 5, 6... Oké, de renteswaps, collega's. Focus. Waar is mijn mail? Want ik heb mijn mail ondertussen gesloten. Ja, inderdaad. Ik zeg het ook tegen mijn eigen. Nu, de renteswaps hebben in ons buurland veel meer problemen veroorzaakt dan bij ons. Dat moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar als het daar druppelt, dan weten we ook hoe ver dat bij ons kan zijn, gelet op de nabuurschap. In Nederland staan dus 20.000 KMO's op de rand van een faillissement. En de KMO's... Die KMO's zitten allemaal met renteswaps die ze hebben aangekocht. De Nederlandse beurswaakhond heeft ondertussen ook een onderzoek gesteld naar deze praktijken. Nu, wat is dat, een renteswap? In het begin, ja, je moet dat allemaal eens nadenken, want al die producten die door banken worden aangeboden, dat is een afgeleide financiële product waarin specifieke risico's worden verhandeld. De waarden van de financiële contracten worden afgeleid uit de onderliggende waarden. En deze complexe leningen met variabele rentes kunnen ondernemers en beleggers opzadelen met zware verliezen die ze niet hebben zien aankomen op het moment dat ze die contracten hebben afgesloten. De dalende variabele rente betekent dus, want wat zit er nu in een dalende variabele rente? Dat de getroffen KMO's een hogere vaste rentekost hebben tegenover een lagere variabele renteontvangst. En er zijn nogal wat gevallen bekend waarbij dat KMO's die dergelijke renteswaps hebben aangekocht nu eigenlijk een kat in een zak blijken gekocht te hebben en veel meer kosten blijken te hebben dan de output die ze daaruit verwachten. Ze hebben wel de mogelijkheid om die swap-overeenkomst op te zeggen, maar die bedragen kunnen, zoals ik al eerder heb gezegd, oplopen tot enkele honderdduizenden euro's. Daartegenover staat dat de banken de verstrekkers van de renteswaps veel gemakkelijker onder deze leningen uit kunnen en eenzijdig kunnen opzeggen. Nu, INUSO heeft bevestigd dat deze financiële producten ook aan verschillende Belgische KMO's zijn verkocht. Er zijn al verschillende klachten daarover binnengekomen bij de UNISO. En ze verwijten de banken gebrekkige en misleidende informatieverstrekking. Ik zie hier ook op de website van de UNISO, die al sinds juli van het afgelopen jaar de getroffen KMO's probeert te retraceren om ze aan te manen om zich bekend te maken en om te zien wat ze daar samen voor kunnen doen. De banken die gebrekkige en misleidende informatie verstrekken, ja, dat is iets dat we al jaren niet altijd misleidend, maar beter informeren. Ook we hebben de gewone kredietverlening, onder andere de verplichting, motivering van een weigering van een krediet, zit omwille van die fouten ook in de deontologische code die destijds met de banken is afgesloten. Wat betreft dus renteswaps as such, meneer de minister, enkele vragen. Ik weet dat de UNISO daar een bevraging rond heeft georganiseerd, maar ik weet niet of u daar ook bijkomende informatie ondertussen over heeft opgevraagd. Weten we ongeveer hoeveel KMO's mogelijk het slachtoffer kunnen zijn van dergelijke renteswap? En acht u het eigenlijk ook nodig om de Vlaamse KMO's hierover extra te waarschuwen om daar een sensibilisering of een informatie... actie rond te starten. Acht u het ook niet zinvol om deze problematiek te bespreken tegen het volgende high-level overleg met de banken? Dat is misschien ook ineens de gelegenheid om te zeggen wanneer dat die volgende is gepland en eveneens ook ineens indien u het weet of kan raden met welke agendapunten. En bent u ook bereid om natuurlijk de federale collega's ook aan te manen om die opdracht te geven aan het FSMA om een onderzoek daarnaar in te stellen? Want in Nederland hebben ze dat al ingesteld. Ik weet niet in hoever dat ze staan met hun onderzoek daar. Ook daar kan u misschien ondertussen wat meer informatie over geven. Tot daar mijn vraag, meneer de minister.
Collega's, wilt er nog iemand aansluiten bij deze vraag? Ja. Dank u, voorzitter. Ik vind het dus ook niet kunnen dat banken aan ondernemers zulke misleidende financiële producten verkopen. Want heel kort gezegd, als de rente in het voordeel staat van de ondernemer, dan kan de bank de swap stopzetten. Andersom is dat niet het geval. En ook kunnen we spreken van de gebrekkige informatieverstrekking, zoals collega al zei, namelijk het stopzetten heeft enorm hoge opzegkosten tot gevolg. Ondernemers en vooral dus KMO's hebben geen ervaring met zulke ingewikkelde swapstructuren. Het vertrouwen ook van de financiële wereld in kleine bedrijven is ook zero, niks. Dus die mensen krijgen ofwel geen krediet, ofwel worden ze misleid met ingewikkelde financiële constructies en waarborgen waarvan die renteswap één van is. Ook een heel recente studie van VKW, wat hier net binnenkomt van vandaag, blijkt dus ook nog dat, naar aanleiding van een enquête, dat KMO's en kleine bedrijven nog meer dan ooit problemen ondervinden met de banken. Dus dat is zeker geen gunstige evolutie. De belangrijkste oorzaken, naar mijn mening, is een van de oorzaken dat zulke renteswaps en andere financiële constructies meestal het gevolg zijn van hoge belastingsdruk. En hoge belastingen die kunnen leiden tot meer investeringen, overinvesteringen. Dus hiermee bedoel ik, hoe meer belastingen men moet betalen, hoe meer men ook onnodig gaat investeren, waarbij dan ingewikkelde financiële constructies en buitensporige waarborgen worden aangeprezen en opgedrongen door de banken. Kortom, bedrijven moeten in de eerste plaats zorgen voor creatie van toegevoegde waarde en niet met zulke fiscale en financiële optimalisaties bezig zijn waarvan ze eigenlijk dubbel het slachtoffer zijn. In Nederland woedt er wel al een juridische strijd tussen de KMO's en de banken. Dus de Rabobank is al veroordeeld tot betalen van een schadevergoeding omwille van die renteswaps. En de Nederlandse wetgever heeft ook de bank, de Rabobank, verplicht om die swaps te heronderhandelen. Het zou gaan daar om 18.000 KMO's en geëxtrapoleerd naar België zou het hier gaan om een 10.000 KMO's. Dus dat is eigenlijk erg veel. Ik zou voorstellen om aan de minister om hier in Vlaanderen, in België, een onderzoek uit te voeren samen met de federale minister van Financiën om de omvang van dit probleem in kaart te brengen en op basis hiervan dat er een schaderegeling kan worden afgesproken met de banken. Dank u. Collega's, wil nog iemand tussenkomen? Als u het niet heel erg vindt, dan zou ik ook graag nog een kleine bijdrage doen. Ik wil ook wel van stoel wisselen, maar ik denk dat dat een nutteloze stoelendans is. Ik wilde enkel nog opmerken dat de problematiek die collega's aanhaalden, dat ook onze fractie die zeer nauw aan het hart ligt. En dat die natuurlijk ook breder gekaderd kan worden in de algemene financieringsproblematiek die KMO's ondervinden. En waarvoor er vanuit Vlaanderen wel een aantal instrumenten aangereikt worden. Maar wanneer dat KMO's zich dan toch verhalen op dergelijke nogal ingewikkelde constructies met een vrij groot risico, dan lijkt het toch dat er een onvoldoende match is tussen de instrumenten die vanuit Vlaanderen aangeboden kunnen worden en dan de meer financiële kant van het verhaal. Ik denk daarbij ook aan de problematiek van de wederbeleggingsvergoeding voor KMO's die een zeer zware last is, zeker wanneer dat lange termijn investeringen aangegaan moeten worden en wanneer er dan geopteerd wordt voor een in het beste geval goed onderhandel lange termijn rente, dan blijkt plots toch een grote kloof te ontstaan tussen de figerende rente en hetgeen afgesloten was. Dus graag uw inzichten ook daarover. Dank u wel. En ik ga beginnen met te zeggen, want collega Tugan had een bijkomende vraag rond het bankenoverleg. Ik heb op 17 december een bankenoverleg gedaan. Afgelopen. Dus u vroeg nu wanneer het volgende is voorzien, maar het vorige is net achter de rug. En dat was een heel positief en constructief gesprek, waar elementen zoals u naar voren hebt gebracht ook naar voren zijn gebracht, waar een aantal afspraken zijn gebeurd rond een aantal dingen in kaart brengen, daar waar ook de banken niet direct een antwoord konden bieden. Dus ik denk dat ook de vervolgvergadering, en ik geloof dat we daar, was het niet april of mei, iets rond hebben voorzien, maar ik heb het nu niet van buiten en ik zou te lang moeten zoeken op mijn agenda om het te vinden, maar dat die effectief voorzien is. Over die renteswaps dan heel concreet, ik heb daar geen informatie over. En het is eigenlijk ook zo dat dit voornamelijk federale materie is. Er is een wet van 2 augustus 2002 die aan de financiële instellingen effectief de informatieverplichtingen oplegt, die ook de gedragsregels oplegt,
die ook verplicht om hun cliënten begrijpelijk en passende informatie te verstrekken, die ook de waarschuwingen moet geven over de risico's die daarbij zijn betrokken, ook over de kosten die verbonden zijn aan de instrumenten, zoals bij wederbelegging of weet ik veel wat allemaal, zodanig dat zij redelijkerwijs moeten in staat zijn om de aard en het risico van het financiële instrument te kunnen inschatten. Er is ook een autoriteit, de Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten, FSMA, is een federale autoriteit die daar het toezicht moet rond doen. En als er problemen zijn, dan is de filosofie die is uitgewerkt, dat door de FSMA, dat in eerste instantie dat de bedrijven zich richten tot de klachtendiensten van de financiële instellingen. Ten tweede dat daar nog kan gegaan worden naar de federale ombudsman in financiële geschillen, dat is de ombudsfin. En dat tenslotte uiteraard bedrijven ook bij FSMA een klacht als toezichthouder kan geven en dan kan FSMA daar ook op optreden. Naar aanleiding van de vraag hebben we ook contact gehad met de sector, ik bedoel ook de bedrijven, Unizo, anderen. En de zaak rond de renteswaps wordt momenteel al bekeken met FMSA. En een navraag bij de sector leert dat men wenst dat eerst die uitkomst bekend is van dat toezichthoudend autoriteit, alvorens er verder stappen worden gezet. Dus ik zal daar ook op wachten, maar het is in hoofdzaak federale materie. Dank u wel, mevrouw Thuram. Dank u wel, meneer de minister. Dat is inderdaad de ingewikkeldheid van ons systeem. Wat is Vlaams, wat is federaal? Ik weet ook dat inderdaad FMSA daar bevoegd voor is. Dus mijn laatste vraag of u aan uw federale collega's ging vragen om daar een onderzoek naar te vragen, is niet nodig, want die is al bezig. Ik denk dat dat wel heel terecht is. Ik heb geen cijfers, maar collega denkt dat we kunnen extrapoleren naar Vlaanderen met 10.000 KMO's. En als daar inderdaad 10.000 KMO's bij betrokken zijn, dan denk ik dat we met Vlaanderen ook met onze eigen bevoegdheden, namelijk preventie van faillissementen, begeleiding, ondersteuning, dat we daar inderdaad ook wel met de gebakken peren zullen zitten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat u dat verder de informatie zeer van nabij blijft opvolgen van de resultaten van onderzoek die door FMSA en de federale autoriteiten zijn ingesteld. Want ik denk, en dat u eigenlijk ook een plan moet opmaken van wat we met die KMO's gaan doen als het inderdaad effectief blijkt dat we zo ver gaan zitten dat we met 10.000... Dat is maar een... Ja, maar dat is wat dat uw collega heeft gezegd. Ik heb geen idee. Daarmee mijn vraag is, heeft u enig idee over hoeveel betrokken KMO's dat zijn? Ik hoop dat dat niet de omvang gaat hebben wat we hier vandaag bespreken. Maar als dat zo is, dan denk ik dat u alvast moet nadenken over een plan van aanpak, wat we met die KMO's en wat we met die schade van die swaps gaan doen. In aanvulling met wat dat er federaal gaat beslist worden. Ik denk dat we daar ook een rol te spelen hebben. U zegt dat u juist een high-level overleg met de banken hebt gehad. De informatieverstrekking en motivering van de banken. Ik weet dat dat in een Vlaamse high-level overleg in een deontologische code met de banken erin is gezet. Dat dat initiatief was van uw voorganger, minister Chris Peeters. Ik weet niet in hoeverre dat die verslagen van die high-level groep ook een publiek deel hebben. Want het lijkt me wel interessant, u gaat telkens, u komt terug, u heeft vandaag ook geen informatie gegeven. U heeft heel kort gezegd, wij hebben een overleg gehad. Het is goed geweest. Ik geloof u dat het goed is geweest, maar ik zou gewoon ook even willen weten waar dat u het over heeft gehad, welke vragen u gesteld heeft en op waarop dat ze niet onmiddellijk hebben kunnen antwoorden. Daar moet toch ook een publiek deel van verslaggeving officieel kunnen volgen. Als dat inderdaad gebeurt, als dat via de secretaris gewoon naar de commissieleden zou kunnen doorgestuurd worden, dan kunnen wij volgende keer, als we u bevragen over die high-level overleg, ook weten waar dat we het inhoudelijk over hebben. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hartelijk dank alvast daarvoor. Meneer de minister, misschien over dat punt. Ja. Twee punten. Eén, de renteswaps is gewoon ook daar niet aan bod gekomen. Wellicht omwille van het feit dat er relatief weinig klachten zijn op het moment. Maar laat ons gewoon daar wachten. Twee, ik heb het verslag dat het departement zal maken nog zelf niet gekregen. Ik zal zien op basis van dat verslag wat we kunnen overmaken. Er zijn een aantal dingen.
En als we dat goed willen laten lopen, dan hoop ik dat jullie het ook mee eens zijn. Het zijn echt niet altijd vragen van mij. Hè. De bedoeling van dat overleg, dat high-level overleg, is ook op een heel belangrijke mate dat de bedrijfswereld op een informele manier vragen kan stellen aan de grootbanken en aan de federatie van. En dus dat zijn dingen waar ik dan liever dat ook informeel hou. Dus ik moet het even bekijken wat ik zou kunnen overmaken. Zal ik aan de secretaris overmaken, maar ik heb het verslag nog niet gezien. Dus op het moment dat ik dat heb, dan zal ik die dingen waar ik denk dat het kan, zal ik zeker overmaken aan de commissie. Dank u wel. Mevrouw Reemen, had u nog aanvullingen? Ik zelf ook niet ben voldaan met het antwoord. Dan, collega's, meneer Diependalen, kan ik u met plezier melden dat we terugkeren naar vraag 7. De vraag van meneer Peter van Rompuy over het stimuleren van crowdfunding. Meneer Van Rompuy. Ja, ik heb er al vroeger in het verleden dezelfde vraag gesteld, maar ik blijf op dit punt aandringen. Aanleiding is nu een studie die aangeeft dat in Vlaanderen in 2013, of in België beter gezegd, 1,1 miljoen euro opgehaald is. Dat is de helft van in de ons omringende landen. Ik denk dat in 2014 al een stukje meer was, maar waarschijnlijk bij hen ook. Nu, ik denk dat dat crowdfunding is ondertussen een term die men in Vlaanderen kent, omdat het gepopulariseerd geweest is, onder andere door Bart Swings en dergelijke meer. Vindt op veel terreinen nu ingang. En ik denk op technisch wetgevend vlak is er de studie geweest, ik denk van Stibben en KPMG, die dat uitgespit hebben. Dus ik denk dat de technische elementen ook op tafel liggen. En ik denk dat er op dit moment ook economisch momentum is om dat idee dat al langer leeft om crowdfunding en win-win lening, dat een vorm van fiscale stimulus is, om die twee te koppelen vanuit die idee die deze week of vorige week opnieuw naar boven gekomen is, om een soort van fiscale stimulus voor investeringen in kapitaal of een win-win lening is niet echt kapitaal, is meer via leningen, maar daar zit wel wat ruimte op om een soort van Vlaams Koreman de Klerk systeem in elkaar te zetten. Hè. Er zit hier een de Klerk, ik weet niet in welke mate dat hij er te maken mee had, maar een soort van Vlaams Koreman de Klerk te hebben, ik denk dat dat kan in de 21ste eeuw, hè. Gebruikmakend van crowdfunding. Ik geloof dat het nog nergens bestaat, dat er een weliswaar beperkte stimulus is op crowdfunding, maar mijn aanvoelen is dat er een aantal elementen verenigd zijn nu die er vroeger niet waren om van zo'n wijziging van de wetgeving echt een succes te maken. Dus het staat ook, geloof ik, min of meer in die woorden in het regeerakkoord. Ik denk dat u wel een meerderheid kan vinden hier rond. En mijn vraag is eigenlijk om hier dringend werk van te maken. Er is die nog altijd grote spaarneiging in Vlaanderen, ook al levert het niks meer op. En ik denk dat vele mensen bereid zijn een klein stukje daarvan te investeren in de economie, goed wetende dat het natuurlijk hoog risico is. Hè. Hoog risico, wat we niet mogen vergeten. Altijd moeten benadrukken, zodanig dat men niet verkeerde verwachtingen schept. Maar ik denk dat de tijd rijp is om hier iets in gang te zetten dat toch wel effect kan hebben. Dat een echte katalysatoreffect kan hebben. Dus een soort van Vlaams Koreman de Klerk van de 21ste eeuw. Ik denk dat dat hier wel in zit. En ik wil u aanmoedigen om daar met uw kabinet snel werk van te maken. En dus mijn vraag is, heeft u al concretere plannen? Zijn er al stappen gezet? Wat is de status van dit dossier? Ik zal u daarin maximaal proberen te steunen. Er zijn nogal wat collega's die willen aansluiten. Meneer Diependalen, wie wenst nog? Meneer De Klerk. En ik zou graag zelf ook nog aansluiten als u dat goed vindt. Ja. Meneer Diependalen. Dank u wel. Ik denk dat nagenoeg alle partijen de bezorgdheden van collega Van Rompuy delen. Het is inderdaad zo dat een tijd dat de banken als kredietverstrekker een monopolie hadden of als enigen optraden, die ligt natuurlijk al veel langer achter ons. Die tijd is voorbij.
Het is op dit moment ook een debat dat op alle niveaus loopt. Meneer Van Rompuy haalt het terecht, of trekt het terecht wat open naar het mobiliseren van het geld dat op spaarboekjes of ergens anders geparkeerd staat, om dat effectief te gaan gebruiken in de economie en de maatschappij in het algemeen. Dus dat debat loopt zeker. Nu wel twee opmerkingen, dus ik sluit mij aan bij die bezorgdheid en het feit dat we moeten nadenken hoe dat we daar vooruit gaan kunnen in boeken. Wat twee punten. Eerst en vooral, de kern van de discussie rond crowdfunding zelf zit natuurlijk nog altijd federaal. En collega Van Rompuy heeft daar zelf initiatief genomen de vorige legislatuur. Ik denk dat we daar verder moeten ingaan. Als we een vergelijking maken, en dat is ook in die studie van KPMG, ik heb ze hier bij mij, dan zien we dat voor Nederland, Frankrijk, Engeland, die zitten er allemaal met factor 300 zelf, dat verder staat dan ons. Hè. Dus zowel naar het gebruik ervan als naar de mogelijkheden tot het gebruik. En ik denk dat daar de sleutel ligt. Als we dat instrument inderdaad willen doen werken, ingang doen vinden, dan zal daar de sleutel liggen. Daar moeten we op inzetten. Dat is de eerste opmerking die ik wil maken. De tweede opmerking is wel, het deel met de win-win-lening vond ik een interessant idee. Dus, en ik schiet het zeker niet af, ik ben benieuwd wat de minister daarover te zeggen heeft. En ik zeg het dus, ik schiet het zeker niet af, maar we moeten natuurlijk wel opletten dat we niet overal allerlei deuren gaan openzetten. We gaan moeten zorgen dat we hier op een min of meer gecoördineerde manier mee omgaan. En dat de instrumenten die bestaan, dat we die ook gebruiken voor de doeleinden waartoe dat ze dienen. Maar het kan zijn, ik zeg het kan interessant zijn om daarvoor die koppeling te maken met die win-win-lening. Maar dat waren de twee opmerkingen die ik wou maken. Dank u wel, collega. Collega De Klerk. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, collega's, ik denk dat dit inderdaad een bijzonder interessant onderwerp is. Om zuurstof te kunnen genereren voor de economie is er inderdaad... ideeën zijn er genoeg in Vlaanderen. Dat is onwaarschijnlijk. Ik zie dat in mijn eigen stad ook. De start-ups, de creativiteit. Maar de mensen met ideeën hebben niet altijd het geld. En sommige mensen met veel geld hebben niet altijd de ideeën. En vanuit de stad proberen wij te matchen en ideeën en kapitaal samen te brengen. Dat een nuttig initiatief is vanuit steden en gemeenten. Natuurlijk de hogere overheid, u als minister, kan daarin inderdaad gaan faciliteren en een goede relatie met het federaal niveau proberen dat item van crowdfunding of andere positieve initiatieven te gaan stimuleren. Collega Diependaal heeft het gezegd, we hinken daar toch wel wat achterop. We moeten dat erkennen, maar we willen samen natuurlijk de toekomst vormgeven. Ik heb ook nog meegewerkt in de Kamer met minister Geens om daar stappen vooruit te zetten. Het maximumbedrag is ook nog wat opgetrokken. Ik heb ook begrepen van de nieuwe minister Van Overtveld dat hij daar ook wel verder wil ingaan, maar niet over één nacht ijs te willen gaan, maar het is alvast positief dat daar ook aanstalten. Het zal meer zijn dan lippen, dus hij zegt het, maar zal het ook wel dan doen. Dus mijn vraag is hier, in navolging van de goede collega Van Rompuy, hoe u het ook ziet als economieminister, om daar te gaan naar stimulering, promotie, want ook dat zien we, een enquête van Unizo bijvoorbeeld wijst uit dat bijna niemand dat weet, om dat verder op de markt te gaan zetten. Dank u. Dank u, collega's. Ik wilde graag ook nog enkele toevoegende vragen stellen. Het is natuurlijk zo dat het reglementair kader voor crowdfunding federaal is. We hebben er hier al enig aanzetten toe gehoord. Promotie en onderzoek en innovatie is natuurlijk dan wel weer een terrein of een domein waar dat we in uw winkel komen. Die studie van KPMG was zeer interessant. Een aantal aanbevelingen werden gedaan, onder andere uitbouw, communicatie, strategie en dergelijke meer. Wat dan er erg aan doet denken om de business angels die we vandaag kennen, om die iets dichter bij de mensen te brengen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn of nood hebben aan financiering of alternatieve financiering. Het is nu wel zo dat het agentschap ondernemen, had ik begrepen, al wel enkele demarches heeft ondernomen. Een heel heldere website met enorm veel informatie erover, zeer to the point, zeer toegankelijk. Stapsgewijze uitleg over hoe een project gestart kan worden rond crowdfunding. Daarbij worden ook infosessies georganiseerd, heb ik begrepen. En sinds februari van vorig jaar is er een koepelorganisatie, de Belgische Crowdfunding Federatie. Een overkoepelende federatie die alle crowdfundingplatformen van België vertegenwoordigt en daarmee een beetje door de bomen het bos terug in kaart wil brengen. Heel relevante gesprekspartner, denk ik dan, ook om een aantal zowel reglementaire als promotionele demarches te ondernemen. Ze vermelden evenwel nergens dat ze steun zouden krijgen van de Vlaamse overheid. Ze zijn opgericht op vraag van de federale overheid. Nochtans, we hebben het net gezegd, promotie en onderzoek en vaak ook waar het geld uiteindelijk terechtkomt, is bij uitstek een Vlaamse aangelegenheid. En dus evident is mijn vraag dan ook welke rol de Vlaamse overheid zou kunnen spelen bij het sterker naar voren brengen van dit platform of het verder te ondersteunen.
En verder wil ik u ook vragen of u signalen zou hebben ontvangen van dergelijke platformen of initiatiefnemers van crowdfundingprojecten die toch nog niet uit de voeten zouden kunnen met de verstrikte informatie of die toch nog drempels ondervinden waar ze niet over kunnen. Dank u wel, meneer de voorzitter, ook al voor bijna een stuk van het antwoord te geven dat was gevraagd. Het is effectief zo dat ik zelf ook als rol van de overheid vooral de informatieverschaffende en adviserende functie zie als rol van de overheid. En sinds dat afronden van die KPMG-studie zijn er effectief veel initiatieven genomen. Ik ga er misschien iets dieper op in dan de voorzitter het al zelf heeft gedaan. We hebben infosessies gegeven met het eindresultaat van de studie van KPMG aan een breder publiek. Daarna heeft het agentschap effectief workshops georganiseerd rond crowdfunding in een reeks van infosessies over financiering. Dus in dat ruimer kader, zoals u zelf ook heeft aangegeven. Het zijn er 3 op dit moment geweest. 1 in Edichem, 1 in, dat was in mei, in oktober in Beernem en in november in Leuven. Daarna zijn er ook nog workshops geweest over, en in mei in Edichem, dat was voor de verkiezingen, dus het was toeval dat dat in Edichem was, voor alle duidelijkheid. Daarnaast zijn er ook workshops over bankfinanciering, business angel financiering, toegang tot subsidies, toegang tot risicokapitaal en dergelijke meer. Crowdfunding krijgt in die workshops dus een gelijke behandeling en wordt gewoon gezien als een van de mogelijke financieringsbronnen. Daarnaast staat crowdfunding als financieringswijze ook in de standaardpresentatie die alle accountmanagers financiering van het agentschap gebruiken als ze uitgenodigd worden om subsidies of financiering toe te lichten. Dergelijke toelichtingen gebeuren heel vaak op vraag van of in samenwerking met de middenveldorganisaties. Zoals u weet werd crowdfunding ook opgenomen op de website, u hebt ernaar verwezen, ook in de informatiebrochures en dergelijke meer. Sinds de laatste actualisatie heeft het agentschap ondernemen kennis van 2 of misschien wel 3 crowdfundingplatformen in voorbereiding. Eventuele details van die platformen zullen bij een nieuwe actualisatie van de brochure opgenomen worden. Op dit ogenblik komen er bij het agentschap ondernemen effectief wel veel vragen binnen om infosessies te geven over financiering of crowdfunding in het bijzonder. En geval per geval worden die afgewogen en het is zeker ook mogelijk dat daar specifieke infosessies rond zullen verder gegeven worden. Als ik kijk naar die aansluiting rond win-win en dergelijke meer, u hebt gelijk dat zowel in de beleidsnota als in het regeerakkoord we die aansluiting van de win op de crowdfunding naar voren hebben gebracht. Wij zoeken daarnaast ook of dat er een ruimere toepassing van de win-win, zowel qua bedragen, interesten en investeringsvormen mogelijk zijn. En zo voorzien we in een aansluiting van de win-win op crowdfunding voor projecten met een duidelijk economische meerwaarde. Als ik dan heel specifiek ga naar die aansluiting, Waarborgbeheer NV, als dochter van PMV, voorziet een applicatie waarbij de link gelegd wordt tussen crowdfundingplatformen en de win-win-lening. En zo kunnen we investeerders die voldoen aan de huidige voorwaarden van win-win-lening ook de kans geven om zich te registreren als kredietverstrekker op die win-win-lening. Dus wie eigenlijk geïnteresseerd is in crowdfunding, ziet ook ineens alle voorwaarden rond win-win. Ik denk dat we daar dus die wisselwerking al duidelijk ver in uitvoering hebben. Maar daarnaast is er, en ik denk dat u daar vooral op doelde, de ruimere toepassing. Daar moet het overleg nog opgestart worden tussen de betrokken agentschappen en eventuele stakeholders. Ik heb het agentschap ondernemen en waarborgbeheer gevraagd om daar een eerste voorstel rond uit te werken. Tot slot, en jullie hebben gelijk natuurlijk ook collega Diependalen over de getallen. Ik heb op 17 december in het high-level overleg met de banken nieuwe cijfers gekregen. En dan moet ik eerlijk zeggen dat we van 2012, waar dat dit onder de 500.000 euro was, dik boven de 2 miljoen euro zullen eindigen in 2014. Dus dat is meer dan maal 4, dik meer dan maal 4 in 2 jaar tijd. Ik kan het zelfs niet per mail, want ik heb het alleen op papier gekregen. In het aantal projecten zijn we gestegen van onder de 10 naar rond de 80 in 2014.
Dus ik denk dat ook dat een mooie evolutie is. Maar u blijft natuurlijk gelijk hebben als je dat vergelijkt met Frankrijk, Nederland of United Kingdom. En zelfs per capita hebben wij 0,10%. En als ik dan naar Frankrijk bijvoorbeeld zie, hebben die 1 euro. Dus we zitten daar nog, we hebben daar nog een duidelijke verbetermarge. Maar het, ik denk dat de start is gegeven en we moeten daar sterk aan verder werken. Dank u wel, minister. Collega Van Rompuy, repliek graag. Ja, het gaat natuurlijk niet meer over de promotie. Ik denk dat het wel genoeg gekend is. Het gaat over de fiscale stimulus. Ik denk dat het goed zou zijn voor crowdfunding, dat vaak risicohoudende projecten is, dat in de win-win-lening zit er ook een soort van garantie dat we die zouden afschaffen voor crowdfunding. Dus nu, als je een win-win-lening aangaat, dan is er geloof ik een waarborg die gegeven wordt door de Vlaamse overheid. Ik denk dat dat niet verstandig is om dat te doen voor zeer risicohoudende projecten, zoals dat vaak het geval is in crowdfunding. Mensen moeten weten dat ze daarvoor zelf het risico nemen. Hè. En het is weliswaar een lening, maar kijk, ik zou dat daarvoor afschaffen. Dat kan een piste zijn om die deur open te zetten voor, om op een wijze manier de deur open te zetten voor een koppeling van crowdfunding en win-win. Ik deel de mening van collega Diependalen dat je alleen maar echt opnieuw een multiplicatoreffect kan hebben als er federaal men de wetgeving opnieuw aanpast en de limieten verhoogt, maar u kan dat doen samen met uw collega. Maar ik geloof echt, en ik geloof dat in het verleden ook zo is, Coren van de Klerk ging niet alleen over, over de mate waarin dat effectief gewerkt heeft en mensen dat systeem toegepast hebben. Het ging ook over het signaal van de minister, van de regering, dat men ondernemers wil ondersteunen en daarvoor een echte inspanning wil doen. En dat heeft toen een dynamiek teweeggebracht. En we kennen dat woord nog altijd. Er is niemand die weet hoeveel het dat gebruik geweest is, Coren van de Klerk. Dat valt ook niet te berekenen. Maar iedereen spreekt nog altijd over dat woord. Dat heeft een dynamiek in gang gebracht. En ik denk dat zulke voorstel ook het potentieel heeft om een dynamiek in gang te brengen. En het is, dat is de vraag die ik u eigenlijk stel. Lanceer dat. Ik denk dat een verstandig systeem haalbaar is. En ik denk dat je verbaasd zult zijn hoeveel mensen dat daarnaar zullen vragen. En dat als een positief signaal van u naar ondernemend Vlaanderen zal aanzien. Dank u wel, meneer Van Rompuy. Meneer Diependalen, nog repliek graag. Ja, heel kort, want ik sluit mij daarbij aan. We zitten allemaal op dezelfde golfruimte. Eerst golflengte, eerst en vooral de promorol, dat heeft al dan niet in Edegem, of Edingen, sorry. Die rol wordt zeker gespeeld. Nu, het gaat ook niet alleen in de economie. Hè. Ook in andere sectoren moet dat crowdfunding verder bekendheid en uitgewerkt worden. Ik denk wel, eerlijk gezegd, we mogen het zeker in de economie niet loslaten. Want we krijgen ook soms wel het idee dat het alleen maar dient voor cultuur en dergelijke meer. En het heeft daar zeker ook zijn meerwaarde. Maar zeker niet alleen, want ik denk dat de grootste meerwaarde net de creatie van meerwaarde is. En dat doe je in de economie. Daar moeten we zeker op inzetten. En dan ben ik het. Allee, ik weet niet of je dat met die win-win-lening mag doortrekken, maar ik ben het volledig eens met Peter dat je echt niet mocht de illusie creëren dat crowdfunding een plezant spelletje is en dat het zonder risico is. He, het is wel degelijk een vorm van investeren, wat dat ook risico of verlies is. En als wij daar als overheid voortdurend gaan garanties hebben, alles nog wat gaan aankoppelen. Ik weet nu niet of je dat met die win-win-lening, dat daar die koppeling juist zit. Dat, ik zou het nader willen bekijken. Maar ik ben het wel volledig mee akkoord dat die illusie moet weggenomen worden. Het is wel degelijk een investering. Hè. Laat ons daar zeker correct naar zijn, naar de mensen die er gebruik willen van maken. Dank u wel. Ik ga als voorzitter daar niet meer op reageren. Bedankt voor de bijkomende opmerkingen. Dan zou ik willen overgaan naar de volgende vraag, maar de vraagsteller is net gaan lopen. Die moet nog een vraag stellen in mobiliteit. Hebt u er fundamenteel bezwaar tegen als we meneer De Kort, die is er ook niet, meneer Botta, dat hebben we al gedaan. Deze vragen zijn al afgewerkt. Ja. Dan heb ik nog de vraag van mevrouw Tine Soens. Ja, als dat niet op mijn papier aangeduid is, dan kan ik dat niet weten. Hè. Ik heb nog de vraag van mevrouw Tine Soens over het IWT.
Ja, Matthias is juist weg. Dag, hoor. Nee, Matthias is juist doorgegaan. Dus vandaag dat de voorzitter zei, die moeten we terug. Die vervalt niet, die komt zo dadelijk aan bod. Die is tussen twee commissies aan het lopen. Mevrouw Soens, u hebt het woord voor uw vraag over het IWT. Dank u. Dank meneer de voorzitter. Collega's, meneer de minister. Vlaanderen stimuleert in ruime mate innovatie en technologisch onderzoek. Onder meer via het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Voor steun aan militair onderzoek en ontwikkeling is er de IWT-richtlijn, waarin staat dat het IWT geen financiële steun mag geven aan onderzoek en ontwikkeling met een militaire affiniteit. Deze richtlijn gaf al vaak stof tot discussie in het parlement, zeker in de vroegere subcommissie voor wapenhandel. De richtlijn dateert uit 1994 en werd geherformuleerd in 1999, maar dat bracht nog altijd onvoldoende duidelijkheid over de draagwijde en de interpretatie van de richtlijn. Er zijn dus nog steeds uiteenlopende interpretaties. Het is bijvoorbeeld onduidelijk in welke mate projecten met betrekking tot producten van tweeërlei gebruik kunnen worden gefinancierd. Hoe ver kan men ethische principes doen opwegen tegen economische belangen? Een al te strenge toepassing van de richtlijn lijkt een zware last op innovatieve projecten te leggen. Maar aan de andere kant, als we een beleid willen voeren die conflicten niet wil laten escaleren, dan moeten we de bezorgdheden van conflictpreventie toch meenemen in dat beleid. Een punt van kritiek is ook dat het feit dat de IWT-richtlijn ook alleen maar geldt voor IWT en niet voor andere fondsen die onderzoek financieren. Op die manier kan er dus nog altijd geld gaan naar onderzoek en ontwikkeling met een militaire affiniteit. Het regeerakkoord vermeldt dat het IWT zal worden geïntegreerd in twee nieuwe organen, het Agentschap Ondernemen en Innovatie en een privaatrechtelijk EVA-fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Vandaar de volgende vragen. Blijft de IWT-richtlijn gelden voor de organen waarin het IWT zal worden geïntegreerd? Indien ja, overweegt deze regering om de richtlijn te herformuleren en zo duidelijkheid te scheppen in deze materie? Gebeurt dat op basis van een evaluatie? En kan de draagwijd ook uitgebreid worden naar andere financiële steunpunten voor innovatie? Ik dank u voor uw antwoord. Dank u wel, mevrouw Soens. Zijn er nog collega's die willen aansluiten? Meneer Griffroy. Ik denk dat inderdaad het decreet of de regelgeving waarin het IWT werd duidelijk is. 1994 de eerste keer. Men heeft dan herformuleerd omdat er juist problemen waren met die van 94. Dus die van 99 is een verbetering van dat van 94. Hetgeen dat u nu een klein beetje probeert voor te stemmen, mevrouw Soens, is van terug te keer 1 naar 94. Maar ik denk dat dat weer andere problemen zal teweegbrengen. Ik denk dat het duidelijk is, als het een militaire finaliteit is, dan ondersteunt IWT die projecten niet. De vraag die enkel kan gesteld worden, of dat de minister inderdaad dat principe blijft handhaven, en wat dat de minister doet in het geval dat een mogelijk project wordt ingediend, waar men zou vermelden dat bijvoorbeeld het product eventueel ook later zou kunnen ingeschakeld worden in defensieprojecten. Ik denk dat dat eigenlijk de essentie van de vragen zijn. En al de rest is eigenlijk, laten we zeggen, de discussie omtrent gaan we ons verengen, gaan we gaan verstrengen of gaan we gaan versoepelen? Ik denk dat het toon hier is een kwestie van herduidelijken, de vraag te stellen. Blijven we bij de regelgeving van 99 van IWT? En twee, als er dan een product zou zijn die moet een ondersteuning krijgen en waar er mogelijk affiniteit in zit, in defensie bijvoorbeeld, wat dat dan de procedure is. Dank u wel, meneer de minister, uw antwoord graag. Ik kan daar eigenlijk vrij kort zijn. Ik wil het gebruik zoals het vandaag is gewoon verder zetten naar de toekomst toe. En het gebruik vandaag is eigenlijk, kan ik samenvatten in 3 punten. Ten eerste, er is geen steun aan bedrijven voor onderzoek en ontwikkeling die exclusief militair is. Ik denk dat dat duidelijk is. Ten tweede, wanneer bij een steunaanvraag naar onderzoek en ontwikkeling bij de mogelijke valorisatie die een bedrijf voorziet, dat daar ook effectief militaire mogelijkheden worden vermeld, dan wordt het advies gevraagd van de minister. Ja. Praktijk, en dat is dan mijn punt 3, is de praktijk zegt men mij, ik heb er nog geen enkel gehad zo, en de praktijk zegt men mij dat dat 1 keer per jaar gebeurt. En dat is heel divers. Ik heb vernomen, is het laatste geval dat zo is voorgelegd aan de minister, waterreservoirs, die ook zouden kunnen gebruikt worden in militaire toepassing. En dan is de vraag, dan is het een afweging, dan vragen wij ook meestal bijkomend, heb ik begrepen,
bijkomende informatie op om dan in te schatten hoe zwaar de militaire aspecten doorwegen of dat het hier wel effectief eerder de niet-militairen zijn die doorwegen. Dat is de praktijk zoals die vandaag bestaat. En los, structures follow strategy, dit is de strategy en de structuur zal daarop volgen. Los van het feit of dat die structuur wijzigt, zal dit de praktijk blijven. Dank u wel voor uw antwoord, meneer de minister. Mevrouw Soens. Dank u voor uw antwoord. U bent dus niet van plan om een eventuele evaluatie door te voeren op de IWT-richtlijn. Nochtans, er zijn toch wel wat problemen erbij, zeker met betrekking tot dual use. Ik denk dat het Vlaams Vredesinstituut daar misschien wel een toegewezen partner voor is om die evaluatie te doen. In 2008 hebben zij nog een nota gemaakt daarover, waarin er een aantal discussiepunten in staan en een aantal aanbevelingen. Misschien is dat het moment om dat eens ten harte te nemen. Meneer Giffroy, voor uw repliek. Ja, meneer. Ik denk dat meneer Giffroy dat wel kan klaren. Mevrouw Soens, u verwees inderdaad naar een verslag van het Vredesinstituut. Maar er is dan ook een gedachtenwisseling geweest, en ik zal u zeggen wanneer, in 2009. Ja, waar het dan ook op basis van die studie en van het Vredesinstituut, die hier ook aan het woord is geweest, een heel duidelijke stellingname geweest is. En dat eigenlijk nu momenteel ook door de minister nog een keer bevestigd wordt. Ik kan u daar ook de conclusies van geven. Inderdaad, er is toen gediscussieerd geweest, is de richtlijn van 94, was dat de goede richtlijn? Is de richtlijn van 99 een verbetering? Ja, die is een verbetering. Even het zijn van 30 keer naar 94, nee, want dan hebben we weer andere problemen. En men had toen in 2009, dus 10 jaar later, had men ook geen opportuniteit gezien om toen die richtlijn te verbeteren. Dus ik zou niet weten wat dat nu verandert op die laatste 5 jaar. De situatie blijft dezelfde. Ik vraag helemaal niet dat we terugkeren naar de richtlijn van 94, maar ik vraag alleen dat er een onafhankelijke evaluatie komt. Een onafhankelijke evaluatie eventueel door het Vlaams Vredesinstituut, dat daar toch de nodige expertise in heeft. De nota dateert van 2008, de gedachtenwisseling van 2009, we zijn toch al 5, 6 jaar verder. Collega's, hebt u allebei een punt gemaakt. Ik ga de minister toestaan om nog zijn licht op de zaak te laten schijnen. Ik ga er heel eenvoudig op antwoorden. Vandaag stelt er zich geen probleem. 1 keer per jaar is er bij onderzoek en ontwikkelingssteun die gevraagd wordt vanuit bedrijven aan de overheid, 1 keer per jaar is er een aspect van militaire toepassingen die daar vermeld worden naar de valorisatie toe. En voor die 1 keer per jaar wordt er dan een evaluatie gemaakt waar het grootste gewicht gegeven wordt bij die onderzoek en ontwikkeling, is dit wel het maatschappelijke, het economische, dan wel het militaire. En tot nu toe heeft dat, en ik heb u een voorbeeld, het laatste voorbeeld van het afgelopen jaar, het enige voorbeeld van het afgelopen jaar gegeven, met name de waterreservoirs, waar dan ook mijn voorganger heeft gezegd, dit heeft misschien militaire toepassingen, maar dat is niet de basis van alles. En dus ik wil daar die manier van werken eigenlijk naar de toekomst verder zetten. En ik ga echt geen hele evaluatie doen voor iets wat blijkbaar in de praktijk goed werkt. Collega Soens voor een finale repliek. Ik heb toch andere info daarover en ik zal het dan verder onderzoeken. En als er problemen zijn, dan zal ik die terug naar de commissie brengen. Verslag. Dank u wel. Meneer Griffoy, had u nog finale opmerkingen? Dan is het incident gesloten. Ik heb nog 2 vragen op de agenda, die van meneer Van den Neuvel, maar ik weet niet of dat hij... Hij is onderweg. Normaal gezien is het te laat. Hè. Die is achter de hoek bij mobiliteit, die zal hier ook zo dadelijk zijn. Ik kijk eventjes naar de minister of hij nog een paar minuten de tijd heeft. Zit u nog even? Ik zit hier omdat ik mij wil aansluiten op een vraag van collega De Klerk, maar heel lang wil ik hier ook niet blijven wachten. Wat gaan we doen? Collega's, ik stel voor dat we 2 minuten... Ja, ik stel voor dat we 2 minuten schorsen. En dan als ze er niet zijn, dan is de zitting gesloten. Oké.
Collega's, ik ben van goede wil geweest en ik begrijp hoe frustrerend dat is, maar we kunnen de commissie niet met al te veel gaten aanmächtig naar zijn einde laten hobbelen. Dus de 2 minuten zijn voorbij en ik sluit hierbij de zitting.